Deze video is mogelijk gemaakt door EA Game Changers. Hey Simmers, welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. Vandaag ga ik je eindelijk de gameplay laten zien van de Sims 4 Interieur Designer. Maar ik ga het laten zien zoals ik het tijdens mijn laatste livestream heb gedaan. Dus je gaat kijken naar mijn livestream van gisteravond. Ik ga hierna verder met deze persoon in een nieuwe serie hier op YouTube. Als je nou denkt van ik vind het niet leuk om een livestream terug te kijken, hoef je dit niet te kijken. Want ik ga in de volgende video gewoon een Let's Play introduceren. En je hebt niks belangrijks gemist wat ik je niet later nog ga vertellen. Maar als je het leuk vindt, komt hier 3 uur aan gameplay van het pakket op de avond voordat het officieel uitkwam. Dus dan weet je dat, dit is dus niet live, je kijkt dit terug. Maar ja, ik dacht ik vind het wel leuk om dit even goed te uploaden op mijn normale YouTube kanaal. Want ik denk dat het echt best wel leuk is om naar te kijken hoe dit pakket werkt. Het is nog best wel lastig. Normaal gesproken upload ik mijn livestreams altijd op mijn tweede kanaal. Dat is Tessellate 2, daar gaan ze vanaf nu allemaal verschijnen. Dus dit is ook een beetje een uitzondering. Maar zie dit gewoon als een soort introductie in een nieuwe Let's Play. En laat ook vooral je ideeën hieronder achter. Goed. Abonneer op mijn kanaal, like de video als je het leuk vond en dan gaan we nu verder met de livestream. Let's go! Ja, ik denk dat we een nieuw spel gaan beginnen, want we moeten dus ook een interieurontwerper maken. Hoe duur is een gameplay die aankomt? Menuka, dankjewel voor je follow trouwens. Dit gamepack gaat 20 euro kosten. Het is altijd een gamepack is altijd 20 euro, een uitbreidingspakket is altijd 40. Een accessoirepakket is altijd 10 euro en je hebt nu natuurlijk ook die kits en die zijn altijd 5. Er is natuurlijk ook best wel vaak sale en zo, maar dit zijn een beetje de vaste prijzen. Wow, 3 voor Sims, dankjewel. Dankjewel voor je sub. Ik denk dat het net niet genoeg was om niveau 2 te halen, maar dat maakt niet uit. Ik vind het super lief. Mag ik even een paar emotes in de chat voor Dream for Sims? Super, super lief. Ik pak voor jou ook een kikker erbij. Ik doe even een gele, want dat vind ik wel vrolijk. Maar we hebben de hype train gehaald, jongens. Dank jullie wel allemaal. En ik heb een nieuwe emote. Yes. Yes. Wat heb ik? Oh, er komt weer een trein aan. Vanmiddag reden er geen treinen door een landelijke storing bij NS. En ik was helemaal blij. Want ik dacht, yes, dan heb ik tijdens mijn stream niet die treinen op de achtergrond. Oh mijn god, 6 subs en 300 bits. Wat lief, jongens. Oké. Sorry als ik niet iedereen zie trouwens. Ik moet weer even wennen aan hoe druk het is in de chat. Ik ga proberen op iedereens bericht te antwoorden. Probeer je wel aan de regels te houden. Niet dingen herhalen en zo. En je weet het. Oké. Ik heb wel nu een virtuele trein. Ja, dat is wel lekker. Daar ben ik wel blij mee. Maar jullie moeten me een beetje helpen. Die honden emoji. Ja, het zijn allemaal honden. Hè? Ik vind het super grappig inderdaad, Willy, dat het honden zijn. Epica zegt, ik zou nooit bij de trein gaan wonen. Ja... Ik wel. Dat blijkt. Kunnen we beginnen? Ja. Oké. Ik wil graag aan jullie vragen wat voor soort sim we gaan maken. Ik ga eerst een sim maken. Die gaan we dan ergens heen verhuizen. En dan ga ik de bedden laten zien. Kan je please een vrouw maken? Ja, ik zat ook te denken om een vrouw te maken. Dat vind ik misschien wel leuk. Maar ik denk dat ik even een poll maak. Dat ik even... Misschien wel... Ik weet niet of hoeveel van mijn bots er eigenlijk zijn. Ik maak zelf wel even een poll. Wat voor sim we gaan maken. Even kijken. Wat voor een sim. En dan doe ik even een man of een vrouw. Dan kunnen we daar eerst op stemmen. En dan weet ik het even. Ik ga denk ik proberen om het een keer met dit verhaal te doen. Want ik wil namelijk graag even proberen. Of dan namelijk ook die voorkeuren en afkeuren. Of die dan ook random gegenerate worden. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. IJsdonut, ik heb geen nieuwe emote. Ah, dan was je denk ik net voor de hype train. Of had je die emote al? Heb je dat? Dat kan natuurlijk ook, dat je ze allemaal al hebt. Maar goed, jullie kunnen stemmen in de chat. Het wordt een vrouw, denk ik. Er zijn 61 stemmen voor vrouw en 5 voor man. Ik denk dat het wordt. En verder, dat geeft helemaal niks. Goed, we gaan een verhaal maken, want ik ben gewoon echt benieuwd of mijn sim dan ook voor- en afkeuren krijgt toegewezen. Ik ga denk ik wel een jong volwassene maken, want dat vind ik wel nice. En Flaflip, boven in de chat staat als het goed is een drop-down. Ook op je telefoon zou het daar moeten zijn. Dagmar is er! Hoe is het met jou, Miepukkie? Vet gezellig als je er bent. Ben je nog boos op me? Dagmar is mijn favoriete mod natuurlijk, dat weet iedereen. Maar ik had er gemaakt in Miitopia. Dankjewel Menno voor deze. Dagmar, ik hoop dat je niet meer boos op me bent. Ik had Dagmar gemaakt in Miitopia en ze was er niet zo blij mee. Maar we houden van Dagmar, jongens. Dus een beetje liefde voor Miepukkie.
Maar goed, even kijken. Een van mijn beste vrienden is jarig. Wat zal ik voorbereiden? Welke beste vriend? Nee, ik denk dat iemand die interieurdesigner is, die gaat wel een avond stappen, denk ik. Ik heb een stapel documenten. Wat moet ik ermee? Ze in een tijdscapsule stoppen. Oké, dat vind ik wel iets voor onze interieurdesigner. Wat zou ik het liefste willen doen op mijn reis naar Salvadorada? Eeuwenoude ruïnes verkennen. Dat is ook een soort interieurdesign natuurlijk. Oh, Dagmar is ziek, maar ze is er. Oh jongens, een beetje liefde voor Dagmar. Ze is nog steeds boos, though. Sorry, Dagmar. Oké, meditatie is een uitstekende manier om te ontspannen. Ideaal om in een sauna te doen of te relaxed voor mij. Ik sta stijf van de cafeïne. Ik denk die laatste voor dit persoon. Hoe gedraag ik me in een groot gezelschap? En Nienke, dankjewel voor je follow. Vet leuk dat je erbij bent. Even kijken hoor. Ik pak de leiding. Want als je een interieurdesigner bent, dan wil je vast heel graag de leiding nemen over iedereen's leven. We graven natuurlijk graag schatten op. Want dat, ja, we houden van spullen. Hoe pak ik mijn werk aan? Ik vind succes heel belangrijk. Of ik vertrouw mijn geweldigheid. Wat zal ik doen? Nee, ik denk toch voor succes. Oh, yes. Succes met de hond uitlaten. IJsdonut. Even kijken hoor. Ik heb een of andere oude reliquie gevonden. Waarschijnlijk houden we het. Oké. En de beste verhalen hebben een goede afloop. Onverwachte plotwending zijn door mij geschreven. Oké, de beste manier voor mij om te relaxen is televisie en junkfood. Oké, we hebben deze persoon is gegenerate. Je kan nu geen baan kiezen, toch? Volgens mij kunnen we de baan sowieso veranderen. Kelsey, ik ga je straks op Twitch volgen. Dankjewel voor het kopen. Leuk. Leuk om kennis met je te maken. Voel je vrij om een geslacht te kiezen, maar uiterlijk aan te passen met kleding. We zijn nu schrijver, maar we kunnen onze carrière straks natuurlijk gewoon aanpassen. Kuiken, dankjewel voor je follow ook. Maar we hebben al de archeologievaardigheid. Oké, misschien niet de vaardigheid die ik zou hebben uitgekozen voor mijn personage. Maar oké, ik ga trouwens mijn lampen iets feller zetten. Zo, ja, dat is net even beter. Oké. Dit is toch wel leuker als techniek en Frans leren. Ja, dat snap ik, ja. En Emily Temple, we gaan een interieurstylist gaan we maken. Oké. En we hebben startkapitaal is hoog. Kijk, dat is wel lekker. Dan kunnen we misschien een iets mooier beginhuis maken. Daar heb ik wel zin in. En we hebben al charismavaardigheid. Dat is ook handig, want we moeten als het goed is superveel met mensen praten. Dus dit is helemaal leuk. Ik realiseer me dat mijn camera ervoor staat. Jullie kunnen het hier zien. Even kijken hoor. Oh, je bent morgen vrij, Lin. Wat chill. Ja, ik ga zelf bouwen, zeker. Maar dat gaan we als het goed is in een nieuwe carrière doen. Nee, Marielle, ik heb echt zin om mee te spelen. Je hebt geen idee. Oké, maar even denken. Wat is een leuke naam, jongens? We gaan sowieso hier een mevrouw van maken. Even kijken. Dit is dus het verhaal. Maar we hebben dus volgens mij... Kan ik hier niet op klikken? Oh, kan ik haar voor- en afkeuren nu niet instellen? Of... Ik kan hier nou gewoon niet op klikken. Oké, dat kan ik blijkbaar dan ook niet aanpassen. Nou, dan gaan we erachter komen wat haar voor- en afkeuren zijn. Maar als het goed is, ga je dat door de gameplay vanzelf zien. Dus dat maakt niet zoveel uit. Kuiken, ja, ik ben nu echt live. Hier op Twitch ben ik wel altijd echt live. Het is super verwarrend. Iedereen denkt altijd dat ik live ben op YouTube. Maar ik ben er nu echt. Hoi, leuk dat je er ook bent. Madelief, ja, er zijn wel heel veel Madeliefs in de chat ook altijd. Hè? Dus dat is op zich wel leuk. Maar ik heb die vorige keer ook al gebruikt tijdens Miitopia. Shelly vind ik ook wel een leuke naam. Lois, Emily. Hey Lilian. Ga je de baan ook spelen? Ja, dat is het hele idee. Klaartje. Ja, ik vind Senna op zich ook wel leuk. Ik wacht nog even. Gerda. Ik ben niet serieus geneigd om haar Gerda te noemen. Maar ik wil niet dat het een soort Gerda wordt. Oké, ik zie wel heel vaak Senna. En volgens mij niet van dezelfde personen. Kitty. Het is wel leuk om haar naar Kitty te vernoemen. Twee keer Kitty, ook niet Pucky. Express dat. Nee, ik ga wel voor Senna. Ik zie heel veel mensen Senna zeggen. Ik vind Senna op zich wel een leuke naam. En de achternaam is... Het zijn altijd van die stomme Friese namen of zo. Hey, Spansas. Oh, je hebt de Sims voor de PlayStation. En honden en katten voor 13 euro. Kijk, dat is lekker. Koek, Gerda. Ja, oké, jongens, voornaam heb ik. Ik ga voor Senna, maar ik zoek nog een achternaam. Ja, Nina, sorry. Ik heb niet dat ik iets heb tegen Friese achternamen. Maar ik gebruik super vaak deze random namen. En ik wil gewoon iets anders. Senna Brown. Ik vind Brown ook wel leuk. Brouwer. Koekoek van Uffelen.
interieur. Ja, dat ligt er net iets te dik bovenop. Is het morgen Pride Month? Oh, en dan krijgen we dan ook weer allemaal Twitch emotes. Ik hoop het. Sheridan Smith. Ik vind Senna Smith, dat klinkt op zich wel lekker. Dat is natuurlijk ook echt een basic bitch naam, maar oké. Okay. Oh, Sullivan. Oké, okay, Sullivan vind ik leuk. Dat vind ik een goeie. Oké, okay, dit wordt het. Oké. Okay. Nou, dit is Senna. We moeten natuurlijk wel nog even aanpassen hoe ze eruit ziet. Wat zullen we een beetje voor huidskleur doen, jongens? Wat is een... Welke huidskleur schreeuwt? Ik ben een interieurdesigner. Oh, ik weet niet. Eens even kijken. Zullen we een warme huid doen? Ik vind het altijd wel mooi. Monster University 5. Nee, we gaan geen blauwe huid doen. Simpel. Nee, dat vind ik net even te overdreven. Ik denk... Ja, ik weet niet. Ik ga een warme huidskleur doen. Gewoon dit donker. Ja, donker of licht. Iedereen zegt dit gewoon. Please, de nieuwe zwarte haarkleur. Dat kunnen we sowieso doen. Ik ga even een poll maken met huidskleur. En dan even kijken. Donker. Licht. Of ergens ertussenin. Even kijken. Jullie kunnen daarop stemmen. Dat vind ik ook wel leuk. Dan hebben we een beetje samen bedacht wat voor sim dit wordt. Want dit wordt dus ook mijn nieuwe Let's Play sim. Dus deze gaan we ook nog terugzien op YouTube en zo. Want ik ga dit op YouTube verder spelen. Dus ja, we moeten wel even samen gewoon nu de perfecte sim maken. Dat snap je. Misschien een beetje een Chinees meisje. Dat is ook wel leuk, ja. Misschien had ik beter kunnen vragen wat voor afkomst, zeg maar. Ja, ik weet niet. Ik wacht het even af. Even zien. Maar we hebben dus wel die nieuwe haarkleuren allemaal. En die zijn wel echt allemaal vet mooi. Even zien. Misschien kunnen we een van de nieuwe kapsels ook gewoon doen. Kijk, we hebben dus vier van die nieuwe kapsels. Deze vind ik sowieso best wel mooi. Maar ja, het was dus eerst dit. Was eerst de kleur zwart. En die heeft een heel erg blauwe ondertoon. Maar we hebben nu echt een meer warm zwart. Hoezo? Oké, okay, we verpesten deze sim gewoon. Nee, simpel. Nee. Ik wil een mooie sim maken. Ja, ik vind die nieuwe blond ook wel leuk. Even kijken, wat heeft ze gewonnen? Ergens ertussenin. Oké, okay, we gaan... Oké. Okay. Goed. We gaan even kijken. Ik wil wel, denk ik, een warme huidskleur. Even kijken. Maar ja, je kan hier ook nog mee slepen natuurlijk. Misschien deze kleur. Ik vind dit wel een mooie huidskleur. Die met die babyhaartjes is leuk. Zullen we dat kapsel doen? Ik vind het wel leuk, ja. Wil je please groene ogen doen? Sure. Oké, okay, ik moet wel echt even haar gezicht aanpassen, want dit kapsel staat haar niet. Oké. Sorry, ik zit even te lezen hoor, jongens. Maar hey, Eva Love Tesselay, dankjewel voor je follow en dankjewel voor die lieve gebruikersnaam. Dit is te oranje. Nou, ja, is het zo? Is dit te oranje? Moet ik hem... Ja, moeten we gewoon wel... Ja, ik weet niet. Ik vind... Ik zoek even de... Ja, ik ben nu echt zo moeilijk aan het doen met huidskleur. Dit is pas oranje. Oké, dan doe ik dit. Dit is wat meer bruin. Oké. We gaan sowieso een nieuwe zwarte haar doen. Maar doen we het lange haar of... even zien hoor. Ja, ik ga er verder ook niet meer aandacht aan besteden. Anders zijn we hier 6 jaar mee bezig. Je kan ook de sim van de trailer namaken. Ja, maar dat is niet leuk. We gaan wel onze eigen sim maken. Even kijken. Misschien kunnen we er wel een beetje Aziatisch uiterlijk geven. Een beetje Aziatische invloeden. Want ze hebben natuurlijk wel superveel Aziatische ogen laatst ook toegevoegd met de update. Hier, een beetje dit. Knotje, die van honden en katten. Ja, ik ga lang. Oké, lang haar, dan doe ik dat wel. Even zien. Ik ga er gewoon even mee spelen. Ik kan niet iedereen's wensen, kan ik natuurlijk... Ik probeer zoveel mogelijk naar jullie te luisteren, maar ik kan natuurlijk niet iedereen tevreden houden. Oké, ik doe heel veel haar weg. Dit is altijd zo'n truc die ik doe, zodat ik even het gezicht beter kan zien. Oké, even kijken hoor. Ze heeft op zich wel een schattig gezicht. Oké, ze mag wel iets meer... Kunnen die wangen iets meer... Oh, iets meer mijn wangen hebben, zo. Blauwe ogen. Ja, ik kijk zo even. Ik kijk zo even wat ik mooi vind.
De kitchen bed stoppen we zo terug. Is goed, Kitty. Nee, we gaan de sim niet verprutsen. Wie heeft deze poll gemaakt? Nee, ik ga dit niet doen. Ik ga deze poll verwijderen. Ik wil dit niet. Ik wil de sim niet verprutsen. Jongens, dit wordt de sim voor mijn nieuwe Let's Play. Kom op. Wie heeft deze poll gemaakt? Potverdorie. Ik maak jullie af. Nee, dit gaan we gewoon niet doen. Punt. Ik heb net al heel duidelijk gezegd wat ik wilde doen deze stream. En je moet wel... Nee, dit gaan we gewoon niet doen. Verwijder de poll. Ik zit te kijken of ik dat kan. Volgens mij kan ik dat niet. Ik kan hem alleen rapporteren, maar dat vind ik dan ook wel weer extreem. Doe anders een poll voor hoe lang of dat baby houden, want iedereen zegt iets anders. Een stevig meisje? Ja, dat vind ik wel een goed idee. Ik maak heel vaak toch vaker slankere sims. Laten we inderdaad gewoon een keer een iets een vollere sim maken. Ja, inderdaad. Lekker. Oké. Okay. Joepie, joepie, joepie. Hey. Hallo. Oké, wie heeft de poll gemaakt? Ik weet het niet, maar we gaan het niet doen. We gaan het niet doen. Niemand durft ook te stemmen. Ja, voller vol op je gezicht. Precies dat, ja. Was je video aan het kijken? Gaan we live met jou het pakket kopen? Ja, Tigo, het pakket komt morgen pas uit. Oké, ja, we gaan de sim niet verprutsen. Als ik erachter kom wie dit was, hè? Welke mod? Ik maak je af. Hoe maak je een poll? Ja, dat kunnen alleen mijn mods doen. Dus iemand van mijn mods heeft dit gedaan. Ja, daar gaan we nog wel achter komen. Misschien is het wel wraakactie van Dagmar. Dat vind ik op zich... Nee, ik weet niet. Ik heb Dagmar gewoon hoger zitten. Maar ik zou het wel een wraakactie van Dagmar vinden misschien. Oké, ze heeft wel... Oké, ja, dit is al beter. Ik weet niet of ik deze... Sorry, ik zit er helemaal in, jongens. Oké. Okay. Nou, ik vind haar zo wel eigenlijk wel cute. Eruit zien. Wat vinden jullie? Wraakactie van Dagmar. Ja, echt. Maar Dagmar mag het op zich ook wel. Ik bedoel, ik ben niet boos op Dagmar. Ik zit net je video te kijken, maar ik dacht dat we meer stapelbedden zouden krijgen met dit pakket. Op een of andere manier heb ik de stapelbedden gemist, Christy. Maar ze zijn er. Ik ga ze straks laten zien. Ja, en ik wil dit dus wel een beetje een excentrieke sim maken. Ik vind het haar daar toch eigenlijk ook wel cute staan. Misschien doen we dit gewoon niet voor elke. Ja, was dit de vraagactie van Dagmar? Ik stem op, tuurlijk. Het zou me niks verbazen. Kan ze een septum piercing krijgen? Ja, ik wil er wel iets alternatiever maken. Want ik denk dat dat wel bij het type past wat interieur designer is. Maar ik vind het kapsel wel leuk. Dus ik ga het voor nu wel even zo laten. En ze is al wat voller. Ik ga heel even kijken. Even zien hoor. Even kijken wat voor outfit we er gaan geven. Of wat voor lichaamsbouw we er gaan geven. Ze mag ook wel een beetje spieren hebben. En misschien heeft ze wel wat meer een peerfiguur. We maken niet zo heel vaak sims met een peerfiguur. Zo. En ze heeft goede billen. Billen om jaloers op te zijn. Zo. Oké. Okay. Dit is een beetje haar lichaamsbouw, denk ik. ik kan niet stemmen. Ja, ik weet niet waarom je soms niet kan stemmen, jongens. Maar het heeft geen zin om dat te herhalen. Het zou gewoon boven in de chat moeten staan. Als het dat niet staat, dan kan ik je ook niet helpen, oké? Okay? Ik had laatst een proefversie van Stedelijk Leven. Alleen ik kon het nergens vinden in mijn origin. Weet je hoe dit kan? Ik ben best bang als ik straks het pack koop dat het ook gebeurt. Stedelijk Leven proefversie was natuurlijk voor een bepaalde tijd. Dus dat is nu ook voorbij. Misschien was je gewoon te laat. Ja, dus misschien is hij daarom weg. Maar dat zal met het nieuwe pack denk ik niet zo snel gebeuren. Kan ik de stream ook morgen kijken? Ja, natuurlijk. Je kan hem morgen gewoon terugkijken hier op Twitch. Alleen dan is het natuurlijk niet meer live. Dat snap je. Oké. Ja, ik zag ook blauwe ogen heel vaak aangevraagd worden. Maar er werd ook groen gevraagd. Dus ik ga er tussenin zitten, jongens. Ik doe blauw-groen, oké? Okay? Wat voor proefversie? Ja, Stedelijk Leven was laatst. Lisanne, was het een tijdje gratis. Dus toen kon je het een weekend geloof ik proberen, maar dat is inmiddels alweer voorbij, dus helaas. Oké, wat voor outfits zullen we er aantrekken? We hadden echt wel schattige outfits, maar ik wil natuurlijk wel iets van het nieuwe pakket, want daarvoor zijn we hier. Tuurlijk was het wraak van Dagmar. Dat pak. Ja, dit pak is natuurlijk ook wel cute, ja. En niet iedereen vond dit pak mooi. Ik weet niet, misschien moeten we dit meer als werkoutfit houden. Misschien dat we dit als één van haar outfits gaan doen. De derde, die blauwe. Ik had hem toen op vrijdag, maar waar zou die moeten staan? Ja, gewoon bij je spellen. Ik weet het niet, Demi. Dit is echt zoiets waar ik je eigenlijk niet bij kan helpen.
Dan moet je echt even contact opnemen met Origin. Ik ben namelijk geen helpdesk en ik wil iedereen graag helpen, maar ik kan niet iedereen helpen. En dit is echt zoiets wat ik gewoon niet kan oplossen zonder dat ik dit zie. Dus sorry, maar dat moet je echt even zelf opzoeken. Juk. Hey, de kattenclub is er ook weer een keer. Wat leuk. Ze is wel echt dik hoor. Ja, nou Ravelijntje, nou en? Je zegt dat alsof er iets mis mee is. Fatshaming wordt niet getolereerd op mijn kanaal, oké? Het is gewoon een prachtige vrouw. En ze heeft gewoon een maatje meer, punt. Oké, doe de groene tuinbroek deze? Ja, oké, dan doen we dit als één van de outfits. Helpdesk, ga je zaterdag live? Weet ik niet. Hoezo? Ik ga dit weekend namelijk wel naar mijn ouders. En ik weet nog niet of ik zaterdag of zondag ga. Maar als jij een reden hebt waarom ik niet dan live moet, dan moet je het zeker zeggen. Ik ben het gewoon niet gewend dat je zo'n zin maakt. Nee, dat snap ik. Ik doe dat ook te weinig, moet ik zeggen. Ik moet het ook gewoon meer normaliseren. Dat ik mensen hou van dit pet. Ga hem morgen halen in combinatie met Moschino stuff. Ja, vet leuk. Oh, jij bent er zelf niet. Ben jij niet jarig binnenkort, Dagmar? Ja, wel een hakje erbij. Ja, inderdaad. Ik mag wel iets van een hak erbij. Ik zit even te zoeken. Wat voor hak dan? Ja, ik ga niet die nieuwe teenslipper hakken doen hoor. Want die vond ik echt lelijk. Ja, het staat er trouwens wel bij, maar ik vind ze gewoon niet zo mooi. Nee, ik denk dat ik gewoon voor deze basic zwarte pumps ga, want die vind ik altijd wel heel vrij. En we gaan natuurlijk ook even die nieuwe ketting erbij omdoen. En iemand zei een septum piercing. Dat staat er ook. Maar ja, even zien welke dan. Ik heb namelijk ook een custom content septum. Die vind ik wel mooier. Want die kan je ook... Ja, ik zit het trouwens te bekijken. Ik weet niet zo goed. Staat het er? Hey, Kitty is terug. Liggen de kinderen lekker in bed? Leuk dat je weer terug bent gekomen. Ja, ik weet niet. Ik vind... Oh, we hebben er nu twee. Daarom ziet het er zo raar uit. Nou, we doen dit zilveren dingetje. Lijkt net een menselijke koe. Geen piercing? Oké, heel veel mensen zeggen geen piercing. Nou, dan doe ik het niet. Even kijken, doe een knop op. Nee, we doen straks nog wel een andere outfit erbij. Maar ik doe even dit. Ik kan nogmaals niet iedereen helaas tevreden houden. Want iedereen zegt wat anders. Ik doe mijn best. De nieuwe ketting willen we natuurlijk... Oké, goud staat daar wel heel goed. Misschien kunnen we ook gouden oorbellen doen. Dat mag wel, toch? Hallo, hoi, hallo, hey, hi, hi, hoi, hallo, hel, oh, hoi, lol. Hallo, die kattenclub. Eigenlijk moeten de navelpiercings in de sim komen. Dat zou ook leuk zijn. Ja, ik ga ook bouwen. En geen CC. Nee, ik zal geen custom content gebruiken. Dat is inderdaad wel beter. Tattoos kunnen we wel doen, inderdaad. Even zien hoor. Ik vind die gouden ringetjes wel classy. Oké, ik ga er wel veel sieraden om doen. Even kijken. Misschien deze armband. Ja, is het too much? Misschien. Ik vind het wel leuk. Oké. We gaan even... Wat een outfit. Ik had vorige week volg mijn Insta, maar je volgt me nog niet. Nee, klopt. Ik loop achter met die dingen. Sorry. Ik heb een heel druk weekend gehad, dus ik ben er... Ik heb dit weekend eigenlijk even niks aan YouTube en Twitch gedaan. Ik had het eigenlijk even nodig, om heel eerlijk te zijn. Dus sorry, maar ik zal het nog even doen na deze stream. Dag maar stop. Je hebt zelf dikke billen. Willy gaat zo weer terugkomen. Nou, dat is leuk. Als tweede outfit een crop top. Ja, dat vind ik wel leuk. Wat is dit voor jurk trouwens? Is dit custom content? Ik denk het wel. Even zien hoor. Ik zit even te kijken wat voor... Ja, we hoeven... Oh, dit staat er eigenlijk ook wel. Misschien deze. Ja, het is wel een beetje truttig, maar we kunnen dit dan combineren met misschien stoere schoenen. Even zoeken. Ik weet niet of mijn visie werkelijkheid kan... Nee, dat is niks, hè? Nee, oké. Even zien. Ik heb woensdag fietsexamen. En Larissa Love Potter, welkom. Dankjewel voor je follow. Ja, sorry, ik zat even te lezen over het fietsexamen. Maar ik heb dus nooit een fiets... Is dat echt iets waarvoor mensen examen doen? Oh, dit staat er echt vet goed. Oké, ik doe dit. Zo. Ja, ik geef er gewoon even snel wat outfits, hoor.
Ik wil namelijk ook niet super lang over het creëren sim gedeelte doen. Want ik wil straks natuurlijk eigenlijk gewoon zo snel mogelijk spelen. Dus ik doe het even snel zo. Ik ga er even gewoon snel wat outfits geven. Ja, op school. Ja, echt? Is dat een ding? Moet in groep 7. Maar, oké. Maar wat leer je dan? Oké. Ik vind het gewoon zo... Ik kan me gewoon zo slecht voorstellen dat je moet leren fietsen. Wij moesten gewoon, toen we in groep 8 zaten, gewoon naar Texel fietsen. En dat, als je dat niet bij kon houden, ja, dan lieten ze je achter. Nee, dat is niet waar. Maar, ik weet niet. Ik kan me er gewoon echt weinig maar voorstellen. Oh, de verkeersregels. Oké. Ik fiets met 4 mensen samen, omdat de ene traag het en de ander snel. En dus kom je elkaar tegen. Oh ja, oké. Nou ja, oké. Wel op zich goed dat je de verkeersregels leert. Ja, misschien is het anders als je uit een dorp komt. Weet je wel? Dat ja, er is niet zoveel gevaar per se. Dus je hoeft ook niet echt per se te leren fietsen. We doen het even zo. Sportkleding. Oké, ze heeft gewoon haar even tot nu toe altijd in die staartjes. Misschien voeg ik straks nog een outfit toe. Misschien kunnen we dit als cute slaapoutfit doen. Zo. Waarom heeft ze trouwens een... Wacht even. Ze had ineens een bril. Dat vond ik een beetje raar. Want dat had ze verder nergens. Even zien hoor. Bij ons moeten we stukken fietsen waar niemand komt. Dus het heeft weinig nut. Oh ja, oké. Ja, dan snap ik het gewoon niet helemaal. Oké, even zien. Party outfit jongens. We hebben wel nieuwe jurkjes. Die kunnen we wel aan van het nieuwe pakket. Interieurpakket. Hier, ik vind deze ook heel cute. Oké, misschien die. En dan doen we even wel andere schoenen erbij aan. Ik woon in een dorp en heb het ook gehad. Oké, nou dan weet ik niet dit waarom ik... Dit pakket heeft echt een rare naam in het Nederlands. Ja, de home decorator is veel meer exting. Aan de andere kant, na uitgebreid breien, ook zo'n prachtige naam, was ja. Ik ook al teleurgesteld. Oh, ik vond uitgebreid breien eigenlijk juist wel leuk gevonden. Nee, ik weet niet, maar ik ja, in het Engels heet dit pakket dus Dream Home Decorator. Dus zeg maar droomhuisversierder. Ja, ik vertaal het maar even zo. Dus ik vond het inderdaad ook wel een beetje dat het dan interieurdesigner in het Nederlands is. Ik heb het ook de laatste paar dagen een paar keer moeten typen achter elkaar. En toen had ik echt zoiets van, dit is echt een klote woord tot te typen. Oké. We kunnen hier een crop top doen bij de warme outfit. Nee, ik heb niet het Eurovisie Songfestival gekeken. Sorry. Kan iemand een stropje als je daar... Wat? Oh. Dagbaan heeft het verwijderd. Omdat je het waarschijnlijk al een paar keer had gevraagd. Ik kan het nogmaals niet helemaal bijhouden. Maar spam alsjeblieft niet je berichten. Dit betekent formeel. Ik zal het wel even uitleggen. Een crop top staat er echt fancy. Ja toch, ik vind het ook echt leuk. Even kijken. Maar welke kleur? Ik vind die bloemetjes haar ook wel leuk staan. Ik vind dat wel passen bij een... ja, bij haar baan, zeg maar. Die ze nog niet heeft, maar die wil ik gaan geven. Oh ja, we hebben ook wel die vintage kleding. Wow, ik heb echt al lang niet meer in creëren sim gezeten. Even zoeken. Ik zoek even een leuke outfit. Oh, dit vind ik er ook wel leuk. Oh, dit vind ik leuk. Oké, we doen dit. En ik wil gewoon slippers daar. Gewoon deze. En voor winterkleding, ja, even zien hoor. Ik ga gewoon dit aanklikken, want dan hoef ik er weinig aan te doen. Want ik wil zo snel mogelijk het spel in, oké? Oké, even zien. We kunnen er wel even nog een extra alledaagse outfit geven. Dat vind ik op zich nog wel leuk. Even kijken. Ik vind de jaren 90 kit echt verspilling van je geld. Nou, dan moet je hem ook vooral niet kopen. Dat is een tip die ik je kan geven. Of ik een bakje slagroom wil. Nee, dank je. Jurkje met trui. Doe de nieuwe crop top dat vestje. Ja, ik vind eigenlijk wel dat we dingen van het nieuwe pakket moeten gebruiken. Even zien. Deze. Oh ja. Oh, dat staat er ook echt cute met die ketting. Oké. Ik vind dit denk ik de mooiste kleur. En dan even kijken wat we daarbij aan gaan trekken. Ik zal geen custom content gebruiken. Ik ben ondertussen even aan het zoeken hoor. En even kijken, Madelief, dankjewel dat je even mijn gezicht hebt benadrukt. Ik heb echt net nog even concealer opgedaan om mijn graf gezicht een beetje te verhullen voor jullie. Oh nee. Ik vind deze... Oeh, is dit een look of niet? Ik weet het niet. Ik weet niet zo goed.
Deze rok vind ik te truttig. Dit vind ik er niet helemaal bij passen, denk ik. Maar ik weet niet. Ik vind deze broek eigenlijk wel cool erbij. Maar dan... Ja, kan dit? Ik weet niet. Ah, fuck it. Ik doe dit gewoon. Het staat wel chic, toch? Ja, ik vind deze broek ook gewoon heel erg leuk. Oké, ja, ik denk dat ze gewoon ook hakken draagt. En misschien moeten we er ook even wat make-up op doen. Gewoon omdat ze natuurlijk professioneel voor de dag moet komen, hè. Met haar baan als interieurdesigner. Even kijken. Even een beetje eyeliner misschien alleen. En misschien lippenstift. Ik denk dat dat haar ook wel goed staat. We hebben natuurlijk die nieuwe MAC lippenstiften. Even kijken. Ik denk dat dat op zich wel mooi is. Oh ja, deze is ook heel mooi. Maar deze kleur vind ik ook wel staan. Oké, wacht even. We doen dit. En dan... Ik wil hier eigenlijk... Oké, misschien bij dit kunnen we... Oh, dat roze staat er eigenlijk ook wel goed, hè? Is dit too much? Ik vind het wel cool. Oké, ik denk dat dit een look is. Oké. Ja, ik heb een heel zwaar leven. Dus make-up moet vallen, echt hoor. Oké. Nou, jongens. Het is even zo. Ik weet dat ik niet iedereen's wensen heb kunnen voldoen. Maar ik hoop dat jullie wel dit oké vinden. Ik zal er even in de galerij zetten. Met de hashtag Tessellate en de sessie Jessie, zodat jullie het kunnen vinden. Oh. Oh. Oh nee, ik kan haar nog niet in de galerij zetten, want dit pakket is nog niet uit. Nee, dan krijg ik gezeik. Ik moet hem eerst even opslaan. Ik zet hem morgen in de galerij. Oké, ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk. Oké. Ja, oh, ik voel hem helemaal. Linde, dat mag. En Tess, ja, dit komt op YouTube. Ik denk dat ik dit wordt ook waarschijnlijk de eerste aflevering van mijn nieuwe Let's Play serie die ik op YouTube verder ga doen. Ik weet niet of ik hier heel erg... Ik weet nog niet hoe ik dit ga aanpakken. Olifanten zijn zeker cool. Daar, ik denk dat niemand het met jou oneens is. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die olifanten niet leuk vond. Olifanten zijn gewoon echt... Ja. Oké, wat vinden we ervan? Je mag stemmen. En Hessie199012, dankjewel voor je follow. Ik ga de stapelbedden laten zien. Ik ga er gewoon even naar Willow Creek verhuizen. En ik denk dat ik even ga proberen of ik gewoon een huis van de galerij kan trekken. Dan sloop ik deze even. En dan, ja. Please maak er een let's play van op YouTube of hier op Twitch. Nou, ik ga het sowieso op YouTube een let's play van maken. Dus dat komt sowieso goed. En ik ga beginnen met het gameplay deel. Dus ik zet de muziek even uit. Oké. Oké. Ja, dit kan natuurlijk niet als interieurdesigner dat je zo'n huis hebt. Het huis van de livestream. Ja, ik weet nog niet helemaal wat voor huis ik hierbij moet maken. Maar ik wilde eigenlijk gewoon even op de galerij kijken voor een huis. Of moeten we dit huis proberen op te knappen? Wacht, mag ik daar even een poll van? In plaats van wat vinden jullie ervan? Oh, gelukkig, de meeste mensen vinden het mooi. Oké. Simpel heeft een spreekbeurt over olifanten gedaan. Oké, Simpel, wat is het... Het interessantste olifantenfeitje dat je voor ons hebt. Hey Marlena, wat leuk dat je er ook weer bent. Hoe gaat het? Ik ga de stapelbedden sowieso laten zien. Weet je, daar begin ik wel alvast mee. Als iemand dan even een poll wil maken of we dit huis moeten opknappen om even in te komen. Of dat we een nieuw huis van de galerij moeten halen. Ja, oké. Dus Mipuki, wat moet er in de poll? Galerijhuis of dit huis opknappen? Dat is even de vraag. Oké, even zien. Ik zal ondertussen kijken, want dit huis moet... Dit gaat sowieso weg, want dit ziet er natuurlijk niet uit. We hebben gelukkig wel iets van geld, nog niet superveel. Hey, Kaat! En Bellebo, ik heb er vanmiddag heb ik er een YouTube overzichtsvideo van gemaakt. Dus die staat online en die kan je nu al bekijken. Oké, er zijn dus superveel bedden en ik heb ze op de een of andere manier echt allemaal gemist. Ik snap niet hoe, maar goed, het is gebeurd. Sorry. Oké, dit is even het deel dan waarin ik alle bedden ga laten zien. Oh, maar dit is leuk. Oké, ik ben hier enthousiast over, want ik vind het dekbedovertrek heel erg leuk. Dus dit is het eerste bed en het tweede bed heeft van die laadjes eronder. Oké, ik krijg hier ook echt serieus IKEA vibes van. Heel erg leuk ook dit. Oh nee, zit hier ook nog. Dit past ook weer bij dat behang en zo. Het is vet leuk. Hoe is het? Ik heb zo'n zin in het pakket. Ja, ik vind het helemaal leuk. Ik zit er ook helemaal in. Ik ga trouwens wel even mijn muziek van het spel erbij aanzetten. En zo. Anders vind ik het zo ongezellig. Oké, even kijken. Dus dit bed is het tweede bed. En dan hebben we ook nog dit bed. Oh, deze vind ik misschien wel het leukst. Oké, maar ik vind dit dekbed dan weer minder. Maar hij is gelukkig ook neutraal. Oké,
Wat doen we? Oké, ja, stem ondertussen dus even of we een huis uit de galerij gaan halen. Of dat we dit huis gaan kiezen. Wat volgens Dagmar of Kitty, ik weet niet wie het heeft gemaakt, de beste optie is. We moeten haar toch een beetje laten werken. En ja, dat is wel waar, hè? Jullie moeten hem inderdaad een beetje laten werken. Ik bedoel, ja. Oké, dan hebben we dit bed. Dit is ook wel een gek bed. Maar ik vind het wel leuk, want het zijn heel veel eenpersoonsbedden. Ik merk dat de meeste bedden die worden toegevoegd aan nieuwe pakketten, dat het al tweepersoonsbedden zijn, wat echt stom is. Want ja, in de praktijk heb je eigenlijk vaker een eenpersoonsbed nodig. Deze vind ik ook heel erg leuk, met dit raster gebeuren aan de achterkant. Oeh. Oh, deze vind ik, dit is denk ik mijn favoriet. Deze vind ik wel heel erg leuk. Oké, we hebben hier ook een tweepersoonsbed. Even zien, deze lijkt dan heel erg op die ander. Ja, superleuk ook. Dan hebben we dit bed. Tadaa. Ik ga er wel even wat sneller doorheen, want we willen natuurlijk die stapelbedden zien. Deze is ook mooi. Ik vind het leuk dat hier een kleedje op ligt. Maar ik vind de textuur... Ja, het moet toch even streng zijn. Dit ziet eruit als een aardappel. Dit had beter gekund. Ik krijg dit pakket gratis, maar ik word niet betaald om hier iets positiefs over te zeggen. Dus dat ga ik dan ook niet doen. Nee, ik weet niet. Ik vind dat kleedje niet echt heel denderend. Oh ja, we zitten natuurlijk vast aan een budget. Wacht even, ik moet even wat bedden weggooien. Oké, want we willen natuurlijk het stapelbed zien. En ik had het al in de update video laten zien. Maar de stapelbedden zijn dusdanig geüpdate dat je er nu ook gewoon rustig dingen onder kan zetten. Oeh. Ja, oké. Dus dit is hetzelfde als het eerste bed wat we hadden. Oh nee, niet. Dat is niet waar. Het is niet het eerste bed, maar goed. En we hebben deze. Oh, dit is echt een hutje. Oh mijn god, daar zit hier zelfs zo'n soort gordijntje. Oh, ik had vroeger een stapelbed met een gordijntje. Wie van jullie heeft er ook wel eens een stapelbed met een gordijntje gehad? Oh mijn god. Wat heb je tegen aardappelen? Ja, maar ik heb niks. Niks mis met piepers. Ik heb net al piepers gegeten. Nee, maar dat zeggen ze toch altijd als iets is gefilmd in echt 144p. Dan zeggen ze toch dit is gefilmd met een aardappel. En dat komt volgens mij, komt die grap van dat je een aardappel kan gebruiken om je telefoon mee op te laden. Weet je wel, dat het een soort van, als je je best doet kan je een batterij maken van een aardappel. Maar het werkt eigenlijk voor geen meter. En daar komt het volgens mij vandaan. Zo van, oh, dit is echt met een aardappel gedaan. Dus vandaar dat ik het zeg. Maar goed. Oh, ja, die bedden zijn leuk, hè, Kaat. En Jamie, leuk dat je erbij was. Jammer dat je alweer moet gaan. Maar leuk dat je er bent in elk geval. Geen haat aan aardappels. Nee, jongens, liefde voor aardappels. Ik heb niets dan liefde en respect voor aardappels. Zonder aardappels had Ierland nooit de hongerwinter overleefd. In de tijd van de... Schotse revolutie of wat was dat? Oké, dit is ook best wel een cool bed. Dit lijkt me echt leuk voor in een kinderkamer ook. Vet leuke kleurtjes ook. Dan hebben we nog dit bed. Oh, hier staat wel een kast onder. Je kan er dus ook een kast onder zetten. Volgens mij is dat hetzelfde stapelbed als die eerste. Stiekem is het gewoon hetzelfde stapelbed, maar hebben ze er hier een ander voorwerp alvast onder gezet. En dat geldt eigenlijk voor al die dingen verder. Kijk, zoals hier is alvast een bureau onder gezet. Dit bureau heb ik trouwens ook gemist in mijn overzichtsvideo. Dat zeg ik er ook maar even bij. Ik weet niet waarom, maar op een of andere manier is dit nooit bij mij geflagged als nieuw. Soms gebeurt dat. Oké, we hebben ook... Ik heb ruimte tekort voor mijn bedden. Ik voel me echt zo'n beddenwinkel nu. Oh, ik eet nooit aardappelen. Wat eet jij dan, Epica? Jij eet alleen maar vlees, of niet? Hier hebben we het volgens mij al eens eerder over gehad. Hey, Sanne. Ja, nee, ik weet niet. Ik eet niet zo heel vaak gekookte aardappels. Daar heb ik niet echt... Ja, ik weet niet. Daar loop ik gewoon niet echt warm voor. Oh, dit is ook echt leuk met het bureautje eronder. Maar dit zijn dus alle nieuwe stapelbedden. Best wel een hoop. Heel erg leuk. Ga je ook nog spelen? Jazeker. Maar we gaan eerst dit huis opknappen. Kijk, ik zal even voor de mensen die net binnenkomen. Die zijn er vast. Die net binnen zijn gekomen. Dit is Senna. Dit is onze sim. We gaan straks meteen. Dat ga ik trouwens als allereerste doen. We gaan onze banen aanpassen. Een baan vinden gaan we doen. Want we gaan natuurlijk aan de slag als interieurontwerper. Graag gedaan, Iris. De chat gaat weer over eten. Het is altijd een kwestie van tijd, hè, Dave, voordat het over eten gaat. Nou, laat ik dan maar meteen vragen. Wat is jullie favoriete avondeten? Of, nee, dat is misschien te breed. Wat is jullie favoriete keuken? Zeg maar de Nederlandse keuken, Italiaanse keuken. Wat wel, ja. Jullie favoriete cuisine. Oké, jongens, nieuwe carrière interieurontwerper. Interieurontwerper. Als je een interieurontwerper bent, dan gaat het om twee dingen.
1. Een goed oog voor ontwerp. En 2. Een goede relatie met klanten. Nou, dat moet goed komen. Als je goed met andere Sims kunt omgaan en een artistieke visie hebt, kan dat tot een veelbelovende toekomst en mogelijke waardering leiden. Je begint misschien met eenvoudige huisrenovaties, maar uiteindelijk, als je hard genoeg werkt, kunnen grotere klanten en gebouwen jou ook de erkenning geven die je verdient. Oké, nou, dit is dus op klus gewaardeerd en we krijgen ongeveer 600 simoleons per klus, dus dat is nice. Oké, ik zie in de chat zweet, Italiaans, sushi, love sushi. Ik hou echt niet van sushi. De Belgische keuken, wat houdt dat in? Wafels en Vlaamse frieten? Of heeft, en stoofvlees? Heeft België nog meer dingen? Ik ken eigenlijk verder niks uit België. Aziatisch, eigenlijk sushi. Ja, dat snap ik wel zo van. Italiaanse keuken, Aziatische keuken, Turkse keuken, lekkere frieten. Ja, ik hou wel echt van Italiaans eten. Verre houdt ook van Italiaans. Verre en ik, wij zitten op één lijn. Je liep net vast, maar nu niet meer. Dat is mooi. Nederlandse keuken. Ja, dat hoor je toch weinig. Dat mensen echt fan zijn van de Nederlandse keuken. Ik maak het ook niet zo vaak, Nederlands eten. Maar ik op zich... Oh ja, ik weet niet. Dit komt door een van mijn mods, jongens. Dit ligt niet aan het pakket. Maar het werkt. Ja, we willen kleurconsultant worden. En we zullen onze huidige functie als freelance artikelschrijver opzeggen. Oké, dus we hebben ontslag genomen. Maar we zijn begonnen aan interieurontwerper. We zijn nu... Kleurconsultant bij Kik, klassieke interieurkunstenaars. En we kunnen het carrièrepaneel gebruiken om klanten te zoeken die hun huis opnieuw in willen richten. Dat ga ik alvast even doen, want vaak moet je een dag wachten voordat je dat dan kan doen. Dus we gaan hier even naar een klus zoeken, eens even kijken. We kunnen er maar één kiezen. En die begint morgen. Morgen is het dan de hele dag, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. De ruimterenovatie. Oké, dat is in het huis van Spencer Kim Lewis. Dat is dat hele grote huis hier in Windenburg. Particuliere kavel. En we hebben ineens wat geld over. Die mensen zijn echt loaded. Dus ik weet niet waar ze nog ineens extra geld hebben gevonden. Maar oké. En we dachten, we doen een schek. Laten we de boel omgooien. Kun je de ruimte voor ons renoveren? Gewoon even heel wat anders. Geef maar een gil en wij vertellen je wat wel en niet leuk is. Nou oké, dat gaan we dus sowieso doen. Dus morgenochtend hebben we die klus. Maar we gaan eerst ons eigen huis nog even renoveren. Dus ik ga haar even hierheen sturen. Zodat we even dit huis kunnen opknappen. Nou, hebben we dit huis natuurlijk kant-en-klaar gekocht. En het ziet er niet uit. Maar we moeten het in de basis wel een beetje zo houden. Ik heb zoveel zin als je er zo doorheen gaat. Ben benieuwd. Ja, echt hè? Oh, Surinaams. Oh ja, omdat je daar hebt gewoond. Ja, ik weet niet. Ik heb nooit echt Surinaams gegeten. Maar het klinkt altijd heel lekker. Oké, eens even zien. Kijk, de snelste manier om een huis mooier te maken is om er even een ander dakje op te gooien. Dus misschien kunnen we... En daken zijn sowieso gratis. Dus het is sowieso altijd vind ik een goed idee om iets met het dak te doen. En ik zit te denken, er zijn niet zo heel veel ramen in het huis. We hebben ook niet zoveel budget. Dus misschien kunnen we zorgen dat als we er een glazen dak op gooien, dat al beter is. Oh, verkeerde kant op. Even kijken hoor. Ik zit even te kijken, want ik wil niet dat dit dak zeg maar door alle kamers heen komt. Dus ik probeer even te zien beneden waar de muur loopt. Zo, en dan die... Kan dan eentje terug misschien? Oké, dit is even het begin van mijn eigen renovatie van ons eigen huis. Dan kunnen we even inkomen met de stijlen. En Fearless Augurk 14, wat een topnaam. Dankjewel voor je follow. Vet leuk dat je er bent. Is dit... Ik vraag me af of dit ook persoonlijk is, want... Ja, sommige van jullie weten het misschien niet, maar mensen willen mij heel graag via de post een augurk toesturen. En ik haat augurken, dus ik wil dat heel graag niet. Kijk, dit ziet er al wel een stuk leuker uit, vind ik zelf. En nou twijfel ik even of ik dit aan twee kanten ga doen. Ik denk het niet. Ik denk toch dat ik het even aan één kant maar begin ermee. Kijk, hij past hier precies tussen, zo. Kijk, we gaan even dit huisje fixen. Wordt heel mooi, beloofd. Oké, kijk eens, hier hebben we nu een glazen dak. Maar dit is sowieso echt een super goede tip als je niet zoveel geld hebt. In de Sims dan. Zo kan je best wel een mooi huis maken. Ik zie alleen dat dit hem niet gaat worden. Want deze kavel is niet helemaal recht. Zo, oké. Als in dit is een oneven aantal tegels en dan kan je me nooit precies in het midden uitlijnen. Dus we doen het toch maar even zo dan. En ik zit te kijken, kan ik dat nog ergens doen? Ik kan het op zich in de slaapkamer, datzelfde trucje, nog een keer toepassen. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Dus gratis. We houden van gratis. We zijn niet voor niks Nederlanders. Oké. En ik zie al dat die eentje verder terug moet.
En ik doe hem daar ook eentje terug. Joep. Kijk. Kijk, nou hebben we veel meer licht in het huis. Het gaat niet raar door de muren heen of zo. Ja, sorry, het pakket is wel... Ik vind het nu al de moeite waard. Ik ben nog niet eens echt begonnen met een carrière. Maar ik ben nu wel al begonnen met de eerste renovatie. En dit maakt het gewoon wat moderner. Oké, even kijken of we... Ik wilde... Ze houdt... Het is mijn huis, mijn renovatie. Dus ik ga er even gewoon van uit. Dat ze van wat moderner houdt. Dus we hebben deze golfplaten. Misschien kunnen we de buitenmuur ook een kleurtje geven. We hebben niet superveel geld. Dat moet er wel even bij gezegd worden. Eens even kijken. Want dat hout, dat is niet zo heel hip natuurlijk. Dus ik zit even te zoeken of we hier een modernere versie van kunnen maken. Kijk, we hebben natuurlijk sowieso donker hout. Misschien is dat mooi. Oké, het kost ons niet superveel dan, denk ik. Even kijken. Misschien doe ik dit aan één kant en dan doe ik aan de andere kant doe ik wat anders. Even een paar dingen. Ik heb speciaal voor jou niet de video van Lil Simsy gekunnen. No sponsor voor haar dan. Ik vind het echt al een leuk ding. Punt. Hoeveel op 10 geef je dit punt? Ik heb echt zin in de stream. Het is al mega leuk. De dingen op de achtergrond zijn denk ik veranderd. Er komt een stuk of die er al waren. En wat vind je van studentenleven? En als laatste, je hebt mega veel dingen geskipt. No hate PS, you are funny en je poppetje is mega leuk. Dat was echt een heel erg lang bericht. Hij werd er ook uitgeflekt door de mods, maar... Dankjewel, ik ben blij dat je het poppetje leuk vond en dat je op mijn video hebt gewacht. Probeer wel, ik wil dit graag, ik bedoel het echt zonder haat. Dus nu valt het niet zo op, maar... Ik krijg ook heel vaak mails en berichten van jullie. En er zijn zoveel van jullie die gewoon geen interpunctie gebruiken... Het is gratis. Punten en komma's zijn gratis. En dat maakt iets gewoon zoveel leesbaarder. Want in het hele verhaal staat echt nul keer een punt of een komma. Terwijl het echt 10 zinnen zijn. Maar goed, nootje. Liefde naar jou hoor. Dat is echt niet haat. Maar ik gebruik dit moment even om dit te zeggen. Want dit is echt iets waar ik me echt super hard aan irriteer. Maar geen haat. Oké, even kijken. Ik wil even... Nee, ik zoek even... Oké, ik moet even wat sneller. Want we willen natuurlijk wel echt deze carrière zien. Aan de andere kant wil ik ook gewoon een cute starterhuisje. Oké. Even kijken. We hebben natuurlijk dat hout. Dus we hebben dat hier ook wel een soort van erin gehouden. Iets anders. Wil je snor of augurken? Ja, doe ik dan maar augurken. Oh shit, ik wilde eigenlijk voor deze stream de snorbeloning uitzetten. Ik ga dat erbij zeggen. Bij deze. Ik ga geen snor nemen. In deze stream. Want ik wil dit ook op YouTube uploaden. En dat vind ik gewoon een beetje storend. Dus dat had ik misschien eerder moeten zeggen. Maar... Deze stream AUB geen snor, want ik ga hem niet nemen. Je krijgt je punten wel terug als je hem koopt, maar koop hem gewoon maar even niet. Oeh, misschien de stoere stuk. Misschien dat we dit kunnen stuken, dat het dan al... Ik weet niet of het hier per se dan misschien saai van wordt. Ja, doe dan toch maar augurk inderdaad. Even kijken. Kost dit geld? Nee, dit is ook gratis. Dus we kunnen dit huis gewoon gratis een beetje een soort van wat modernere upgrade geven. Waar het wat mij betreft best wel van opknapt. Hmm. Nou, misschien kunnen we deze zwarte rand doen van sneeuwpret. Kijk. Oké, en een hekje. We kunnen een ander hekje doen. Ik weet niet of deze geld kost dat we hier... Ah, dat kost ons wel geld. Wat kostte dit hek? Wacht even hoor. Misschien... Wacht, als ik eerst dit hek weghaal, krijgen we dan geld terug? Ja, oké. Dat ga ik even doen. Volgens mij scheelt dat namelijk. En misschien kunnen we die pilaren ook vervangen. Dat het huisje van de buitenkant gewoon iets beter uitziet. Hoi, ik ben echt fan. Wil je een kleurrijk huis maken? Zou echt tof zijn. Goedjes van, ik bedoel kleurrijk van binnen. Ja, ik snap hem. Oké. Nee, de baard ga ik ook even nu niet doen. Nee, niet deze stream. Oké. Even kijken. Zo... Uiteindelijk wil ik ook gewoon de ramen vervangen. Maar voor nu doe ik het even zo. Ik denk dat ik de dakrand wel wit laat. Want dat matcht op zich wel bij de onderste rand hier zo. Ga je nog lang live of niet? Jazeker. Ik weet nog niet wanneer ik ga stoppen. Maar zolang ik het naar mijn zin heb, blijf ik live. Dat is eigenlijk een beetje de regel. Oké, die ramen aan de voorkant laat ik misschien zo. Omdat dat een beetje het originele huis is. Maar we kunnen ze natuurlijk wel even verven. Dat ze ook zwart zijn en niet meer bruin. Kijk, dat is al oog dan beter. Ik denk dat we wel geld hebben om een paar van deze ramen te vervangen door wat grotere ramen. Dat wil ik in elk geval wel even proberen. Even kijken, hoe hoog is dit? Oké,
Kijk, als we dit doen, dan is het meteen al een stuk moderner huis. Ik wil denk ik, ik heb nu... Oh, oeps. Ik heb ze nu zwart. Ik twijfel of ik ze wit zal maken. Ja, ik denk met dit huis dat ik ze toch wit maak. Zo. Oké, we zijn bijna geen geld kwijt nu. En het is er toch al enorm van opgeknapt, zo te zien. Oké, we hebben hier dan nog... Dit is dan een kinderkamer. Ja, ik denk toch dat ik ga proberen om alle ramen te vervangen. Door gewoon, zeg maar, de moderne variant ervan. Ik vind het eigenlijk wel leuk om met een budget te bouwen. Dat doe ik eigenlijk niet zo vaak. Maar, ja. Even kijken, we kunnen hier... ik zit even te kijken of hier een... Hier misschien zo nog een bijzondere. Ik ben even weg en zoals zo cool uit die love your video's. En stream, ja, ik wil net zoals jouw zoon met iets en stramen. Je bent mijn idool. Tesselover, 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 tesselsup, 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 tesselo, 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 tesselo. Ah, dat vind ik echt lief. Nou, dankjewel. Dat vind ik leuk om te horen. Oké, nou. Zo dan. En dan, ja, die aan de voorkant. Ik weet eigenlijk niet of dit raam wat ik net had... Wacht, hoe duur is dit raam? Dit is het Octo-raam, die is 35. En een 1000 woorden raam is 25. Ja, jongens, de groeten dan met je de Octo-raam. Hehe, dan doen we gewoon lekker deze. Kijk, we kunnen het gewoon een veel moderner huis van maken. Even kijken. En de andere voordeur... We kunnen ook gewoon... Deze glazen voordeur is ook niet super duur. Maar die past er op zich ook wel bij. Maar ik moet eigenlijk een hogere hebben, denk ik. Oh, deze past er op zich ook wel. Maar die is dan weer net even te hoog of zo. Misschien deze? Kan deze in het wit? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, die heeft dan weer zo'n raar groen kleurtje. Maar op zich... Nee, vind ik ook, help ik ook niet. Ik ben er nu pas. Hey, wat heb Ashlyn? Ik gemist? Heb ook een rondom vraagje. Wat voor niveau school heb je gedaan? PS Love Cody en je video's kleiner dan 3. Nou, lief. Ik heb VWO gedaan, toevallig. Ja, het, ja, ik moet wel zeggen, ik had aan het einde wel moeite ermee. Ja, vooral met economie had ik echt moeite. Dus ik heb wel echt met een zogenaamd pretpakket heb ik het uiteindelijk gehaald. Maar ja, ik heb VWO gedaan. Simpel gaat mijn hond passen. Ga mijn hond passen. Ga mijn hond passen. Kijk of hij past. Ik zit echt te denken, wat bedoel je hiermee? Oké, wacht. We hadden ook een nieuwe mooie deur van dit pakket. Wacht even, ik zoek even. We hadden een nieuwe mooie schuifdeur onder andere. Ik dacht misschien zie ik hem er zo tussen staan. Oké, deze. Oh ja, dit. Nee, dat is hem ook niet helemaal, hè? Dit is dan weer net te laag voor dit huis. Nee. Oké, even zien. Sorry, ik zal even snel wat kiezen. Maar ik wil dan eigenlijk dat die deur net zo hoog is als die ramen. Want anders kan ik er niet tegen. Het moet gewoon even hoog zijn als elkaar. Oké, volgens mij zweeft deze een beetje. Zo, oké. We hebben deze deur. Is die er ook met een... Kijk, ja, doen we gewoon helemaal wit, denk ik. Zo. Oké, nou, dit is de buitenkant van het huis. Het huis is moderner geworden. Oh ja, ik wil alleen die pilaren nog even aanpassen. Want die zien er ook niet uit, natuurlijk. En Lise, dankjewel voor je follow. Vet leuk dat je er ook bij bent. Super gezellig. Hoe gaat het met jou? Kijk, dit matcht al beter. Maar weet je, het voelt ook gewoon nu een beetje alsof zij dit zelf gerenoveerd zou kunnen hebben, weet je wel? Oké, we zijn wel iets van geld kwijt. Maar goed, maakt niet uit. En Sanne is weer terug. Moest nablijven. Oh jee. Ik hoop niks ernstigs. Met Cody is het trouwens goed. Hogere ramen aan de voorkant. Ja, dat is misschien ook wel mooi. Maar ik vind het ook wel leuk omdat dit een soort knipoog is naar hoe het oorspronkelijk was. Om dat dan toch een soort van terug te laten komen ook. Dus ik denk dat ik het zo laat. Waarvoor moest je nablijven? Oh ja, huiswerk niet af. Oh ja. Ja, officieel moet je natuurlijk gewoon je huiswerk maken. Maar ik vind het ook altijd een beetje een stomme reden. Oké, nou, dit is het huis van binnen. Ik wil niet heel veel doen aan de originele layout nog, want we hebben maar 5000 simoleons. Dat is niet superveel. Jessie gaat volgende stream augurken eten. Ik ga helemaal niks, Epica. Sterf met jouw augurken. Sterf met jouw augurken, Epica. Ja, Raoul is het met me eens. Heel grapje. Volgens mij ben ik een van de oudste, 26. Ik ben ook 26, Marielle.
Wij zijn even oud, high five. Geen ramen in de badkamer. Nee, we hebben geen ramen in de badkamer, maar dat is op zich ook niet per se nodig. Even kijken. Deze deur glitcht sowieso, dus we gaan even al die deuren weggooien. Ik zit wel te kijken. Deze hele kamer, kijk, we zijn één sim, dus we hebben nu in principe niet al dit nodig. Ja, ik verwijder al die meubels ook wel even. Kijk, deze hele kamer is eigenlijk niet nodig. Dus ik denk dat we dit muurtje op zich best kunnen verplaatsen. Dat we deze ruimte iets groter kunnen maken. En dan kunnen we hierachter misschien... Maak een beloning die we kunnen kopen dat je een gurkje moet eten elke keer dat het gekocht wordt. Oh, dat vind ik wel grappig. Maar ik vind het gurk echt heel vies. Ik weet, ik ga er even over nadenken. Oké, okay? Misschien wil iemand een poll maken of dat wordt gewaardeerd. Of dat leuk is. Want misschien, ik vind het op zich wel een origineel idee. Oké, ik ben even aan het klooien met de layout. Kijk, die badkamer mag maar iets groter, want die was niet super groot. Ik denk dat we de keuken wel hier kunnen houden. Dit muurtje kan er misschien ook wel uit. Ik denk dat we er een soort studio van moeten maken. We wonen hier toch in ons eentje. We hebben die muren niet nodig en het is alleen maar geld. Het is een leuke. Oké, ja, het is wel leuk. En Unicorn, het gaat goed. Hoe gaat het met jou? En voor 1 miljoen punten. Ja, dat is wel... Oké, dan maken we gewoon heel duur dat ik inderdaad voorlopig geen augurkjes hoef te eten. Dat zou ik wel waarderen als dat dus niet hoeft. Oké, die rookmelder hou ik. Ik ga wel dit lampje even verwijderen. Oké, ik heb eigenlijk bijna alle meubels heb ik er nu uitgehaald. En ik heb de layout van het huis is iets aangepast. Waarschijnlijk als je puur op een, hoe zeg je dat, technisch vlak kijkt. Dan zitten de aansluitingen waarschijnlijk allemaal nog wel op dezelfde plek. Maar het ziet er gewoon net even beter uit. Oké, even kijken. Mijn Favo lampje. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat deze lamp kost. Ik kijk echt nooit naar de prijs van lampen. Maar ik ga even kijken of ik het met weinig lampen kan redden. Oké, zo. We hebben nu 6 lampen. Volgens mij is dat voldoende voor het hele huis. We hebben wel echt vet veel geld gewonnen door dit te doen trouwens. Oké, eens even kijken. Ik ga gewoon zo cheap mogelijk. Even kijken, wat is een beetje een goedkoop vloertje? Ik vind dit altijd ook wel modern. Even zien hoor. Dan zal ik wel de augurken komen opeten. Dat is goed, dacht maar. Als jij dan gewoon komt. Oké, Jack van Gelder, dames en heren, komt elke keer de stream binnen. Met, hey, het is Britt Dekker. Ah, Tesselite vloer is ook niet super duur, hè? Ja, 4 per tegel. Want dus dit is ook 4. Dus dat kan in principe wel. Ja, we noemen dit altijd gekscherende Tesselite vloer. Omdat het... Natuurlijk, maar dat is wel heel druk door het hele huis. Ik weet niet. Wat vinden we hiervan? Ik weet niet of ik dat te druk vind. Wel met een plakje hand erop. Ja, echt hè. Oh nee hoor, Jack. Ik vind het goed. Hoe heet je echt? Heet je echt Jack? Ja, ik ga je gewoon Jack noemen. Jack Vergelde, dames en heren. Alle Britten weer aanwezig. Ja, jij bent ook een Brit hè? Ik heet allemaal niet echt Brit, maar goed. Tesselite behang, dat is misschien leuker. Ja, ik vind het... Deze vloer van... ik ga een visgraat maken. Ik vind dat dat wel in dit huis past. Voor de oplettende kijkers, nee, er is inderdaad geen visgraat. Maar we hebben wel dit pakket van vampieren. Een pakket, bedoel ik. En als je dat steeds draait, zeg maar... Dan kan je zo van die stroken maken. En dan heb je een soort van... Nou, dit heet dan officieel een Hongaarse punt... Maar dan kan je zo een soort van visgraat maken. Ik vind dat wel dat het wel bij dit huis past. Ja, oké. Gewoon eten die handel. Ik eet soms gewoon los als iemand het op brood doet. Ja, ik vind het soms als het ergens in zit niet... Dan vind ik het... Dan, vooruit. Het is nog steeds een dun lijntje. Maar vooruit dan heb ik zoiets van... Nou, oké, het mag wel blijven. Die augurk. Maar goed. Hoe draai je de vloer zo? Met je punt en komma op je toetsenbord. Punt en komma. Ik dacht, ik heb hier toch een toetsenbord liggen. Ik neem hem wel even. Oké. Ga je de meubels van dit pakket gebruiken? Jazeker. Juf Jesse, ja echt sorry. Ik ben heel streng. Ik weet niet wat ik heb vandaag. Als jullie bezat zijn, dan moet je maar gewoon even een andere stream opzoeken. Oké. Ik ga het huis eerst altijd even helemaal wit maken met... gewoon even om te zien hoe dat eruit ziet. Dan hebben we even een... hoe zeg je dat? Een clean slate? Hoe noem je dat?
een schone lei. Ik denk dat dat misschien het beste nog het verwoord. Ik wil de keuken hier houden. Gewoon lang, denk ik. Misschien kunnen we hier ook een soort bar maken. Of we kunnen de keuken hier doen. Dat is misschien ook wel leuk. Hey, opblaasbare fietsbad. Opblaasbare fietspomp. Oh mijn god, Floris is eindelijk thuis. Floris! Wanneer is de les gedaan? Ja, dacht maar. Of als we het zat zijn, of als je eruit wordt gestuurd. Aveertje gaat er vandoor. Vandaag vroeg naar bed, morgen weer naar school. Leuk dat je er was en leuk dat je ook bij de première was. Wordt zeker gewaardeerd. Oké, in de erker, ja. Maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk om hier dan een soort van de eettafel neer te zetten, denk ik. Maar ik wil eigenlijk ook iets cools doen met dit hoekje. Want we hebben nu natuurlijk die nieuwe banken. Eigenlijk vind ik het ook wel cool als we hier misschien een bank maken die het hoekje omgaat. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Wacht even, ik ga daar even mee beginnen. Ik weet namelijk natuurlijk ook niet hoeveel geld we nog over hebben aan het einde. Sorry voor de trein trouwens. Even filter op dit pakket. Oké. Waar zijn mijn banken? Oké. Ik vind deze bank wel leuk, denk ik. Even kijken welke kleur. Ja, ik zat te denken om een beetje dat oud-roze erin te doen. Maar dit is dan wel weer met donkerbruin. Ik weet nou niet of ik donkerbruin er dan zo mooi bij vind. Maar misschien ga ik dit zo aanpassen. Ja, dit is wel echt 150 euro per bankdeel. Maar ik wil gewoon heel graag dit gebruiken. Wat vinden we van deze kleur? Sanne, dat moet je zeker proberen. Als je het lief vraagt, dan mag je van mij alles vragen wat je maar wil, hoor. Vragen kan altijd. Hier, dit is dan een soort van de bank. En dan kunnen we... Ja, moeten we dan daar de tv doen? Ik weet het niet zo goed. De kleur is wel mooi, toch? Ja, misschien moet ik het toch zo houden. Ik weet niet of ik dat donkerbruin echt storend erbij vind. Kunnen we ook snel die baan doen? Ja, sorry. Ik zal proberen om dit huis even snel af te maken. Even kijken. Want we moeten wel een afhuis hebben, anders kunnen we er niet echt in verder spelen. Oké, nou, hebben we hier deur naar de badkamer. Dat is op zich wel handig om te hebben. En weer David, leuk dat je er was. Succes met je toets. Heb jij dit huis zelf gemaakt of is deze in de game? Nou, we zijn een base game huis aan het renoveren. Het is nu inmiddels wel geen base game huis meer, goed om erbij te vermelden. Maar ik had een vraag gesteld aan jullie of ik een nieuw huis moest maken of dat we... Of een huis in de galerij moest halen of dat we gewoon een huis gingen renoveren. Maar dit heeft gewonnen. Ik ga wel even kijken, want dit is volgens mij wel een duur aanrecht. Even kijken. Dit is dezelfde kleur bruin, of niet? Misschien moet ik dat zo doen dan. Hier het aanrecht. Dit wordt dan onze keuken. Ja, het is niet super groot, maar... Oké, we hebben op zich nog 8000 simoleons. We hebben op zich best wel geld, oké. Gelukkig. Even zien hoor. Oh ja, een prullenbakje is wel handig. Ik vergeet altijd de prullenbak te kopen. Oké, even kijken. Want we hebben nu natuurlijk ook die kookplaten, die geweldige kookplaten. Oh mijn god, hij is er ook gewoon in het roze. Matcht wel bij die bank. Een beetje wel, hè. Ik vind dat het wel kan. Volgens mij is het ook wel dezelfde kleur bruin. Als je de bank een andere kleur geeft, zijn de blauwe aanrechten echt leuk. Ja, ik vind het ook wel wat hebben, ja. Maar nou, ik denk dat ik wil het voor nu denk ik de bank even zo houden. Oké. Wow, dit fornuis is echt duur. Ik dacht, zijn we nu al door het geld heen. Maar het valt mee. En we hebben natuurlijk ook nog dit bakoventje wat we er gewoon onder kunnen doen. Deze is wel het cheapst, dus ik ga voor die. Ja, ik denk. Ik zit even te kijken. Ja, misschien ook deze kleur dan. Een beetje die peach kleur. Het wordt wel weer een heel stuk minder modern hierdoor. Maar ik vond het wel cool. Wat hebben we in het huishoudinventaris inderdaad? Oh ja, we hebben hier allemaal spullen. Oké, we hebben hier wel al een stoel. Blijkbaar hebben we ook een tekstverwerker. Nou, die hebben we niet per se nodig. We hebben dit schilderij unlocked door onze schrijverscarrière. Die tv hoef ik ook niet. En deze stoel hoef ik eigenlijk ook niet. Dus ik ga gewoon het afval maar verkopen. Oké, we hebben sowieso een wasbak nodig. Oh, wacht even hier. Oh, een kunstwerk. Ik dacht heel even, wat zegt Kitty nou? De kus van Gustav Klimt. Ik dacht even, dat is heel random ineens, maar nu snap ik hem.
Ja, we hebben niet even zien. Nou, ik ga gewoon... Oh nee, dit zijn dure wasbakken. Ik moet een cheap wasbak hebben. Maar die zijn allemaal zo lelijk. Ja, deze is dan wel... fraaier. Nou, we doen het wel zo. En we hebben alleen nog een koelkast natuurlijk nodig. Even zien. Misschien gewoon een losse koelkast. Is dat wat? Ik weet niet. Misschien hier? Ja, dat kan wel toch? Nou, we doen een losse koelkast. We zijn niet allemaal in diezelfde kleur, maar goed, doen we dat even zo. Oké, nou, de keuken. Wat moeten er meer in de keuken? Eigenlijk hebben we verder niet per se iets nodig, toch? Dit is in principe wel gewoon af. Virtueel niet weg, sorry. Ja, afzagkap wil ik inderdaad wel, maar dat is niet per se essentieel. Dus ik kijk even hoeveel geld we nog over hebben straks. Ik ga eerst even kijken of we een eettafel kunnen plaatsen en welke dan. Het is niet zo'n groot huis. We hebben misschien ook niet echt een hele grote eettafel nodig. Maar deze is... Oké, ik zit even te kijken of welke er allemaal goedkoper zijn. Deze is best wel weer lang. Ah, sowieso wil ik eigenlijk gewoon die nieuwe. Ik vind deze namelijk heel cool. En ook gewoon in dezelfde kleur als de vloer vind ik eigenlijk ook wel vet. Ja, of deze donkerbruin. Ik mix en match eigenlijk nooit hout. Maar dat is eigenlijk helemaal niet per se lelijk, of wel? Oké, we hebben al één stoel. Oké, ik weet, zit trouwens wel te kijken. Dit wordt wel krap met die koelkast. Maar het kan wel. Oké, het kan gewoon. Wat nou poch. Ik wil sowieso met TV Star Wars, mijn lievelingsgame ook Star Wars voor gameplay en dan dit verbouwen. Ja, dat is wel leuk, hè? Wat is er wat? Ja, ik zie dat mensen zeggen, ik wil niet opdringen, maar kan je beginnen met spelen? Maar dat is net als zeggen, ik wil niet racistisch zijn, maar je bent... Nee, ik kan dat niet hardop zeggen, maar je bent het wel. Het is niet als je van tevoren zegt... Ik wil niet zo overkomen, maar ik ga het toch doen. Dan ben je het wel, snap je? Oké, ik vind deze stoel altijd wel leuk. Dus, we doen een beetje mix en match van stoelen. Oké, het ziet er misschien een beetje gek uit, maar whatever. We zetten zo wat leuks op tafel. We hebben hier al een bank. We kunnen hier nog wat boven hangen. Hier kunnen we misschien nog een koffietafel neerzetten. Maar ik ga eerst even een bed kopen, want dat is wel... We moeten eerst de dingen kopen die noodzakelijk zijn. Dit is ook no to self. Jessie, koop eerst de dingen die noodzakelijk zijn. Kijken wat... We hebben best wel wat cheapere bedden. Deze is niet super, super duur, dus misschien is dit een goede. Ik doe even voor nu die en dan ga ik even kijken hoe ik uitkom. Oké, ik wil sowieso andere tegels in de badkamer, want dit is echt niet... Oh, nee. Oh, hoeveel dit pakket gaat kosten? €20 inderdaad, ja. Het is een gamepack, dus het is het middelgrote pakket. En die zijn altijd eigenlijk €20. Kijk, hier krijgen we ook nog geld voor terug. En ik wil dan wel graag tegels. Of iets ruwer. Dit vind ik eigenlijk ook wel wat hebben. Oh, daar hangt nog een spiegel. En ik wil misschien ook iets van tegels hier zo achter. Nou, daar krijgen we ook nog geld voor terug. Ik weet niet. Ik voel dit toch niet helemaal... Dat zwart in combinatie met het aanrecht... Hebben we dit niet gewoon in het donkerder de kleur? Ik vind dit toch mooier. Zo. De kookplaat mag zo blijven, maar... Ja. De roze tegels, dat is eigenlijk wel leuk. Hé, hey, Jordi, yo, is er ook. Dankjewel voor je follow. Leuk dat je erbij bent. Gezellig. Nou, zoiets maar. Ja. Ja, ik wil sowieso eigenlijk hier gewoon... Ik heb nu die kleur roze, dus daar moet sowieso... Dit is echt precies die kleur, hè. We zouden dit ook zo... Is it too much? Om dit zo achter die bank te doen. Ik vind het echt wel lachen. Hé, hey, Rosie, 123, dankjewel voor je follow. Leuk dat je er ook bij bent. En dan doen we dan hier... We doen het hier gewoon ook. Kijk, dan doen we het hier ook gewoon en komt het zo terug. Het wordt wel echt best wel een roze huis, maar dat maakt niet uit. Nikki, dankjewel voor je follow. Leuk dat je er ook bent. Gezellig. Oké, ik mag nu voor mezelf een koffietafel kopen wel. Zal ik de futuristische doodskist doen?
Ik weet niet. Nou, oké, we doen die. Mooi roze is niet lelijk. Ja, toch? Waarom gillen sommige dingen? Wat? Gillen? Ik weet niet. Gil ik om dingen? Oké, even kijken hoor. Ja, ik wil wel denk ik gewoon wel graag een douche. Want dat is altijd wel handig om te hebben. Deze is sowieso echt cheap. Dus daar gaan we sowieso voor. Kijk, en dan kunnen we hier misschien een half muurtje neerzetten. Ik weet niet wat een half muurtje kost. Of misschien zo'n glazen wandje. We hebben sowieso wel van die glazen wanden. Ik weet alleen nooit van welk pakket die zijn. Dus dat maakt het lastig. Laat me even zoeken. Misschien staat het niet hier tussen. Oh, dat is wel op een gegeven moment wordt dat wel echt problematisch. Als je zoveel pakketten hebt als ik, dat je gewoon niks meer kan vinden. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht om dit te gebruiken hiervoor. Maar ik zie dit nu en ik denk ja. Fantastisch. Oké, het is er niet in het zwart, maar dat is oké. Ja, kijk, we hebben wel even goed een putje. Maar we hebben al een putje. Maar ik zoek dat glazen ding. Wat zijn die tekentjes voor mensen hun namen? Nou, en mijn bro... ja, je kan er overheen hoeven en dan kan je in principe zien wat het is. Maar de meeste mensen die zo'n tekentje hebben, daar betekent het dat ze geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dat ze mij dus op die manier steunen. En ja, die hebben daarom zo'n tekentje. Oké, is dit zwart? Nee, ik voel dit niet echt. Of wel? Ah, dit vind ik wel wat hebben. Is het er in het goud? Dat zou ook cool zijn. Kunnen we, een soort van gouden badkamer? Oké, ik ben om. Het wordt goud. Het glazen ding van wellness. Ja, er zijn er meerdere. Maar ik doe deze, denk ik. Oké, even zien. Wat moet er nog meer in de badkamer? We hebben hier sowieso ook nog een kraan nodig. En we hebben natuurlijk ook een nieuwe van dit pakket. Misschien ook er twee. Zo. Dan kunnen we hier ook nog een toilet in het hoekje doen. Ja, dit komt helemaal mooi uit zo, jongens. Dit gaat helemaal goed komen. Kijk, die is ook een soort van goud. Dit hout matcht er ook wel bij. Of hebben we hier ook nog een gouden versie van? Nee, hè? Oh, dit vind ik eigenlijk nog mooier. Oké, spiegeltje. Maar ik vind dat ik het best wel goed doe qua budget eigenlijk. Ik vind dat het best wel goed gaat. Even zien hoor. Misschien... Oh, we kunnen ook dit doen. Hoeveel geld kost dat? 200. Oké, kunnen we hier ook goud licht doen? Is dat heel... Dit staat wel weer heel cheap, hè? Ja, oké, we doen wel gewoon wit. Oké, nou, in principe hebben we nu volgens mij wel echt alle essentials. Ja, ik weet niet, maar ik begon met echt veel minder geld. Ja, het is nu volgens mij ook gewoon straks op een gegeven moment een kwestie van wat decoraties ophangen. Zoals wc-papier. Oké, ik zie even een disclaimer. Ik zie wc-papier wel echt als essential, jongens. Niet als decoratie. Dat is misschien goed om erbij te vermelden, anders krijgen we praatjes op het dorp. Zoals mijn moeder zou zeggen. Hé, hey, Teersa Brommer, dankjewel voor je follow. Vet leuk dat je er bent. Hoe gaat het? Oké. Ja, nee, ik laat het even zo. Want ik moet eerst even zorgen dat ik gewoon alles heb. Want ik heb ineens vet veel huizen over. Ik weet niet zo goed wat ik moet met de rest van het huis. We hebben nog geen bureau. Oké, laten we even een bureautje doen. Ja, deze is nieuw en deze past hier ook gewoon best wel goed. Hier. Het is gewoon dezelfde kleur hout. Ik vind het wel fraai. Daar moet dan wel nog een stoel bij. Daar willen we natuurlijk een stoel bij. Je wilt toch ergens op zitten, hè? Oh ja, kledingkast. Ik heb wel een dubbele wastafel. Ja, maar ik dacht dat het binnen het budget zou passen. Weet je, ik voel ook alsof we ineens iets moeten doen wat er qua stijl misschien niet helemaal bij past. Zoals dit. Omdat we toch interieurdesigner zijn en we misschien toch wat meer out of the box ook denken met spullen. Oké, ze heeft waarschijnlijk wel... Ik zou zeggen dat zij waarschijnlijk een laptopgebruiker is. We doen wel even de wat cheapere laptop, denk ik. Want ze moeten toch mee naar de werk kunnen nemen en zo. We hebben nog geen kledingkast en geen boekenkast. Hey Maya, dankjewel voor je follow. Een wasmachine. Ja, is niet noodzakelijk. En nachtkastjes is inderdaad ook een goeie. Even kijken, wat hebben we voor... Want we hebben nu al die vette kasten. Oké, misschien kunnen we daar iets cools mee maken hier zo. En een kleed. Ja, dat zijn allemaal laatste dingen die we eigenlijk niet per se nodig hebben in het begin. Want ik probeer heel erg op het geld te letten. Het zijn allemaal wel hele goede ideeën hoor. Maar ik bewaar dat expres tot het laatst. Zodat we ja, niet dan straks allemaal mooie dingen hebben. Maar we hebben nog geen bed, weet je wel. Oké, ik ga toch even filteren op het pakket. Want we hebben dus al die kledingkast dingen. Waar zijn dit? Ja, oké. Dus dit is dan een boekenkast.
En die kan je dan weer combineren met... Zijn dit allebei boekenkasten? Dit is ook een boekenkast. Modulaire boekenkast. Dit is een boekenkast. Maar ik wil eigenlijk ook... Ik wil vooral hier die kledingkasten. Maar dat zijn, die staan dan waarschijnlijk weer niet hierbij. Die staan dan waarschijnlijk hier weer bij oppervlakken. Ja, die staan bij planken. Oké. We hebben allemaal die zwevende kasten. Ik heb inderdaad, Denise, nog niks voor plezierbehoeften. Dus dat is inderdaad een hele goeie. Dat stylistenbord voor mijn baan, dat is ook een heel goed idee, inderdaad. Ja, ik vind het ook best wel leuk om dit soort dingetjes op de grond te zetten. En er dan een soort van... Wacht, ik ga dit even toch anders doen. Kijk, we kunnen die hele muur gebruiken. Dit ding kan daar staan. Ik zit wel even te kijken of ik hem... Ik denk wel dat ik met zwart ga werken. Dat vind ik net even chiquer eruit zien. Oké, ik ga even kijken hoe ik hier... Zeg maar zo een heel modulair ding van kan bouwen. Want dit kan dus wel. We zouden hier dan weer een soort van glasding op kunnen zetten. En uiteindelijk moet er natuurlijk ook een kledingkast functie komen. Zo. Oké, ik vind het echt tof dat je dit kan doen met dit pakket. Het ziet er toch wel speels uit. Ik vind het echt lachen. Dan hebben we ook nog dit in principe. Dat zou ook nog kunnen. Oké, misschien doe ik die er dan nog bovenop. En dan kunnen we nog eentje van... Ik weet dat dit heel veel geld kost, maar ik vind het wel leuk eruit zien. Zo. Even kijken, moet dit dan ook zwart? Ja, een paar witte accenten. Oké, nu kunnen we dus bij kledingkasten dingen erin gaan hangen. Bloemetje, leuk dat je er was. Tot de volgende keer. Is dit niet te veel? Nou, ik weet niet. Ik vind het eigenlijk wel logisch dat als je in zo'n klein huis woont, dat je zoiets, zeg maar, hebt. Maar misschien ligt het aan mij, hoor. Misschien ben ik een idioot dat ik zoveel heb. Ik zou er misschien daar ook nog een doen. Maar is het too much? Ja, laat maar weten, hoor. Ik heb wel het too much gen, zeg maar. Dus ik ben er wel toe in staat om veel te veel te doen. Oké, we hebben hier dus kleding. Even kijken, ik ga er gewoon wat... dingetjes inhangen. En ik wil ook graag schoenen. We hadden ook schoenen. Die staan dan denk ik wel weer bij decoraties. Hey, Sharontje, dankjewel voor je follow. Wij zijn in hetzelfde jaar geboren. Of tenminste, ik neem aan dat het je geboortejaar is. Doe me die informatie verder wat je wilt. Maar ik vond het gewoon even leuk. Oh ja, kijk. We hebben hem dus... Hier kunnen we dan pampersgras neerzetten. Sowieso moet die lama natuurlijk ergens. Oh kijk, die dozen passen hier op zich ook wel in. Kijk, en hier kunnen we dan schoenen inzetten. We hebben best wel veel schoenen. Ik heb gewoon de standaard kleuren nu overal, maar... Ja. Een kubus voor de decoratie. Ook in diezelfde kleur roze. En dit mandje kan hier misschien onder. We hebben nog meer dozen. Ja, ik zit even te kijken of ik dit nog ergens neer moet zetten. Nee, ik vind het eigenlijk, ja... We moeten waarschijnlijk wat boeken en zo neerleggen. Om het een beetje aan te kleden. Dank je, Kaat. Ik ben blij dat je het nice vindt. Ja, het is ook mijn smaak. Oh kijk, hier kunnen we bijvoorbeeld ook een paar van die mandjes in doen. Nou, die kan dan weg. Oké, even kijken. Wat hebben we nog meer voor decoratie? Ah, het is best wel een basic huis nu. Gordijnen zijn misschien nog nice om te hebben. Ja, verder denk ik echt wat plantjes. Ik hou van de lama, dat klopt inderdaad. Ja, Rosie houdt sowieso van de Freezer Bunny. Oké, deze is te lang. Even kijken. Ja, we kunnen dit... Een paar van die gordijnen vind ik altijd wel leuk. Volgens mij zijn die er ook... Ja, die zijn... Het is net niet dezelfde kleur, maar het stoort me niet erg genoeg om een andere te kiezen. Kijk, we kunnen hier zo voor die ramen een paar van die gordijnen hangen. Gewoon zo... Oké, het is wel echt een andere kleur. Ik maak ze zwart. Maar gewoon dat je het idee hebt dat je de ramen... Dat je deze gordijnen helemaal zo dicht kan trekken. Zo. En dan zit ik te denken of ik hier dan ook nog wat voor moet hangen. Maar ik denk het eigenlijk niet. Volgens mij is dat wel overkill. Nog iets voor plezier? Ja, ga ik doen. We hebben wel in elk geval een laptop. Dus dat is een begin. En ik denk dat ik zo ook nog een ander bed wil. En hier moet eigenlijk nog wat onder. Even kijken. Misschien bij elektronica. Misschien is het ook een idee om de robotstofzuiger te kopen. Aangezien ik het pakket heb dat je moet stofzuigen. Een schildersezel is ook een goed idee, ja. Ja, zoveel dingen die ik wil hebben, joh. We hebben nog 1000 simoleons, zeg maar.
Oké, deze is 5. Oké, misschien is dit nice om te hebben. Ik vind het op zich wel handig. Ja. Ja, oké. Oh, een ijsje. Oh ja, de tv. We hebben nog geen tv. Dat is wel echt iets wat we inderdaad nog wel best wel goed kunnen gebruiken. Ik zit alleen even te denken. Zou ik die tv dan hier zo neerzetten? Gewoon op een tafeltje. Dat is misschien wel een logische plek. Want dan kan je vanaf hier van de bank kan je dan tv kijken. En hier kan je dan gewoon chill zitten. Oké, even zien. Maar we hebben niet zoveel geld meer voor een tv. We kunnen eigenlijk alleen de Pingwing tv nog betalen. Misschien laat ik de tv wel. Ik kijk eigenlijk nooit zoveel tv in de Sims. Misschien bewaren we de tv voor later. Oké, we hebben ook nog niet echt superveel in een badkamer. Maar we hebben wel de noodzakelijke dingen. Mag je nooit onder de 1k komen van jezelf? Nee, maar in de Sims mag het echt op. In het echte leven zou ik het ook moeilijk mee hebben. Ja, misschien... Ik doe denk ik 1 nachtkastje, want we zijn... Ja, ze is in er eentje. Ja, ik doe wel even zo. Ja, eigenlijk wil ik gewoon nog iets van kunst ophangen. Om het gewoon iets mooier te maken. Maar goed, laten we gewoon gaan sparen voor meer dingen. Ik denk dat ik het zo even laat. Want dan... Ik ga waarschijnlijk straks wel erachter komen dat ik dingen mis. Oh ja, ik kom er nu ook achter dat mijn lampen onder de glazen, onder het glazen dak zitten. En dat kan natuurlijk ook niet. Dat mag niet van mezelf. Dus we moeten ze even verplaatsen dat dat niet het geval is. Zit hier zo niet onder? Nee, oké. Dit moet net even beter. Ja, dit gaat. En dan kan deze... Oh. Nee, dit lampje wil ik... Die kan dan... Dan is hij net op het randje. Ja, oké, dat kan. Ik weet dat dit geen reet uitmaakt, maar dit boeit mij. Hey, 3-1. Hey, dankjewel voor je follow. Oké, ik laat dat even zo. Dit is even ons huis. We doen het even gewoon zo. Dit pakket gaat inderdaad 20 euro kosten. Ja, een kleed. Ja, oh ja, ik wilde eigenlijk dit nog veranderen. Oké, ik ga alleen nog een kleed neerleggen en ik ga dit even aanpassen. Want ik irriteer me aan deze vloer hier zo. Zo. Kijk, beter. En een kleed. Oké, dat is het laatste. Maar dan gaan we echt beginnen hoor, jongens. Beloofd. Ik ga wel wat langer live vandaag. Ik heb toch niks anders meer te doen vanavond. Dus... Oké, moeten we ook een van de nieuwe kleden doen? Ja, misschien wel. Ik denk hier. Ik denk dat dit de beste plek is voor een kleed. Dat die hier het beste tot zijn recht komt. Is deze te kleurrijk? Ik vind het eigenlijk wel cool. Het matcht ook al bij de kleding en zo. Ja, ik denk dat ik dit doe. Oké. Goed, dit is het huis. Oh, zal ik het in de galerij zetten? Nee, ik kan het nog niet in de galerij zetten, want het pakket is nog niet uit. Ik ga het morgen in de galerij zetten. Oké, even een slokje water. Oeh. Oké, we gaan beginnen. 1 kleed maar. Ja, oké, maar we hebben niet zoveel geld. We hebben nog maar 900 simoleons, anders zou ik er ook meer doen. Hé, hey, slaap lekker, Kitty en Dagmar. Beterschap, Dagmar. En we houden nog steeds van je. Ik hoop dat je me niet haat. Maar goed. De haar is zo mooi. Ja, dit haar vind ik ook echt leuk. Ik hou er echt van. Oké, voor de mensen die net zijn binnengekomen. We hebben net Senna gemaakt. Ik zal Senna even aan jullie voorstellen nog een keer. Ze is ambitieus, extravert, perfectionistisch, een snelle leerling. Ze heeft als levensdoel archeologiepupil. Dat kunnen we uiteindelijk nog veranderen, maar het maakt niet zo heel veel uit nu. Hey, Just Gaming. Leuk dat je er bent. Je moet gaan slapen van Kitty inderdaad, dag maar. Nee, dat is prima. Even kijken. Weet je raar dat een klein stukje van de muur zo alleen is? Oh, ik vond het wel grappig, maar we kunnen het later altijd nog aanpassen. Kijk, want het is een lijn met de bank. Zie je? Er zit wel een gedachte achter. Wat is dit voor gedrocht? Waar wat? Voor catperson ineens hier. Oké. Dankjewel, Jordi. Goed, nou, we hebben verder ook nog niks aan de tuin gedaan. Maakt al niet uit. Maar laten we even gaan beginnen met het spel. We moeten dus deze hele dag nog doorkomen. Dus ik ga hem gewoon even op play zetten. Maar we hebben dus onze klant. We moeten de kavel van de klant bezoeken. De klant leren kennen. Voorfoto's maken. Bouwen openen en renoveren. Nafoto's maken. En de klant de nieuw ingerichte ruimte laten zien. Dus dat is onze werkdag. Onze werkdag begint morgen. Maar ik weet niet. Zouden we gewoon kijken of we er al heen kunnen? Ik denk het niet. Maar ik wil het eigenlijk wel even testen gewoon. Waar wonen die mensen ook weer? Hier volgens mij toch? Ja. Oké, we gaan gewoon alvast even kennis met ze maken. We gaan gewoon alvast een vriendschap opbouwen. Misschien is dit cheaten. Maar er staat nergens dat dit niet kan. Dus ik ga het gewoon proberen. Ja, ik zou er inderdaad een pilaar kunnen neerzetten. Ja, daar zat ik ook over na te denken. Maar we zijn nu op de kavel van de klant.
Oh ja, maar wel tijdens klusuren. Dus dit heeft helemaal geen zin. We gaan niet... Nee, we gaan later op vakantie. Oké, dus dit gaan we niet doen. Oké, nou ja, we kunnen wel op de deur kloppen. Misschien kunnen we evengoed gewoon alvast beginnen. I don't know. We kunnen het op zich proberen, toch? Inderdaad, even koekeloeren. Waar is de houten vloer van die ik net had? Is van vampieren. Oké, we mogen binnenkomen. Nou, we kunnen dus alvast wel kijken naar het huis, want we morgen moeten gaan renoveren. Ik zie hier al heel veel creepy tuinkabouters. Waar zijn die mensen allemaal? We mochten binnenkomen, maar ik ben iedereen... Waar is iedereen? We gaan ook meteen op de computer. Nee, we moeten juist vrienden worden met deze mensen. Waar zijn al deze mensen? Ze stonden net voor het huis. Ben ik nou zo scheel of zijn ze er gewoon niet? Dit is wel bijzonder. Oké, kunnen we dan wel nu al werkdingen doen? Voorfoto's maken. Kunnen we dat nu al doen? Even kijken. Interieurontwerper. Voorfoto maken. Oké, we kunnen alvast beginnen. Ik ga gewoon beginnen dan. Ja, fuck it. Ze zijn inderdaad verdwenen. Vet weird. Ja, misschien omdat we hier morgen die klus hebben, maar... Even kijken. Oh, oké. We gaan ook echt foto's maken. Oké. Dit is dan de keuken. Oh, ik moet dit ook echt helemaal zelf doen. Oké, nice. Oké, de woonkamer. De ingang. Jeetje. Ja, ik sta nu op dit punt. Dit is misschien niet het beste punt. Oké. Eens even kijken. Waar kunnen we weer voor foto's van maken? Misschien hiervan. Even kijken. Ik vind het moeilijk. Want nou moet ik dus bepalen waarvoor. Ik weet ook niet meer wat ik precies moest doen. Weet ik dat al? Ik weet ook nog helemaal niet wat de klus is. Ga nou niet op die computer. Ze wil echt vet graag computeren. Oké, nee. We gaan hier voorfoto maken. We gaan overal wel een voorfoto maken. En misschien zijn ze aan het werken. Ja, ik weet het ook niet. Nou, oké. Voorfoto maken. Goed. Dit is het bar lounge soort van gedeelte, denk ik. Je kan hier wel beter de woonkamer zien. Oh. Kunnen we dit? Oké. Goed. Ze wil weer op die computer. Ze wil echt graag op die computer. Even kijken. We kunnen hier ook nog wel even... Als we hierheen gaan, dan kunnen we hier ook voorfoto's maken. Oh, dit is wel gelukt nu. Dus we kunnen wel alvast beginnen aan onze baan. Oh. Ja, ik moet zeggen, het is wel een troosteloos huis een beetje. Het heeft wel inderdaad een renovatie nodig. Je mag nu zelf een random ruimte kiezen om te renoveren. Ja, ik weet het niet. Misschien. Nou, welke is het lelijkst? Ik vind alles lelijk. Oh, dit is ook... Moet je kijken... Wie kiest dit uit? Deze kleuren. Dit kleurenschema. Oké, we kunnen hier ook voorfoto's maken. En dan kunnen we hier ook nog voorfoto's nemen. En hierboven... Ja, ik ga het hele huis maar gewoon even doen. Ik kies gewoon random hoekjes uit. En hier kunnen we ook... Ik wil van alles wil ik voorfoto's. Want anders dan ga ik straks iets renoveren waarvan ik geen foto heb genomen. En dat is niet... Oké, natuurlijk. Ja, oké, de badkamer. Oké, het is wel moeilijk om hier een goede foto van te krijgen. Wacht, ik kan ook grotere foto's maken. Dat is sowieso beter. Zo, oké. Nee, waarom onthoudt hij nou niet waar ik nog meer foto's wil maken? Oh, ik word echt moe van haar. Ze wil per se die computer hebben. Corineke, ja, we zijn echt net echt begonnen met klus, maar het is zeker leuk. Misschien had ik deze kamer wel al, ik weet het al niet eens meer. Ik vind het echt wel oprecht leuk. Deze kamer gingen we ook nog doen. Ja, het is niet alsof iemand ons controleert, want we zitten toch niet... Ach, ja, er is toch niemand thuis. Dus we kunnen best wel rustig die computer gebruiken. Het is ook zo lekker groen. Weet je wel, mooi groen is niet lelijk. In dit geval wel. IE was dit pakket al jaren aan het plannen. Vandaar die lelijke huis. Je zou nog best wel eens gelijk kunnen hebben. Oké, we gaan ook nog hier een voorfoto maken. En dan ben ik wel klaar. Dan is dat het. We hebben natuurlijk ook nog deze luxe vleugel. Die we hier, waar we hier foto's van kunnen maken. Nou, we hebben volgens mij zat foto's gemaakt nu in elk geval. Wanneer komt dit pakket uit? Morgen om 7 uur 's avonds. Als het goed is. Dus best wel snel. Ja, aangezien we hier nu toch zijn, heb ik zoiets van... Laten we maar gewoon een beetje gaan gamen dan. Het is toch niemand die ons controleert. Bouwen, openen en renoveren. Ja, dat zouden we ook wel kunnen doen. Maar we moeten eigenlijk eerst de klant leren kennen. Want als we dat nu gaan doen, dan weten we niet waar we mee bezig zijn. Dat is niet handig. Hoe maak je een foto zonder op dat cameraknopje te klikken? Met C op je toetsenbord.
hier een screenshot gemaakt, maar ik klikte er wel op hoor. Je zag mijn muis gewoon niet. Griffin Girl gaat er vandoor. Leuk dat je er was en dat je vanmiddag er ook bij was. Vet gezellig. Oké. Niets gaat boven het gevoel van nelen van een eindbaas level. Telkens als Senna gamet is ze één met het universum. Kunnen we veronderstellen dat ze van computergames houdt? Oh, oké. Dus dit is leuk. Want we zijn nu dus een activiteit aan het doen. Waardoor het spel zegt. Is dit een van haar... Ja, je kan dus... Wat is het? 20 voor- en afkeuren instellen. Vindt ze computergames leuk? Wat vinden jullie? Wacht, ik maak een poll. Nieuwe poll. Ik ga het maken. Computer games hobby? Vraagteken. Ja of nee? Ik wil dit graag met jullie samen bepalen. Even kijken. Oké, ik kan ineens geen... Oh, wacht even. Ja, oké. Ik dacht ineens, waarom kan ik niks toevoegen? Maar... De poll is gestart. Jullie mogen het zeggen. Ik heb het huis van de Kerkhof gerenoveerd. Ja, die heeft op zich ook wel... Die verdient wel een renovatie. Die is echt lelijk. Maar ik moet het dus even afwachten. Even kijken welke ervoor staat. Nee, staat voor. Ja, ik weet ook niet of ze dit leuk vindt. En Raoul, als ik vastloop, ja, dat ligt volgens mij nu, vorige keer wel. Vorige keer had ik zoveel lek tijdens mijn stream trouwens, maar het ligt nu niet aan mij. Dus dan moet je even de pagina verversen. Plus onder de stream ergens, ik denk daar, staat zo'n tandwieltje en dan kan je ook de kwaliteit wat lager zetten. Dat helpt soms ook. Je kan niet stemmen. Ja, het staat als het goed is boven in de chat. Misschien moet je dan even zo dubbel tikken op het scherm of zo, maar ik zie geen polij. Is er toch echt? Ja, ze gaat wel de hele tijd op de computer. Maar ze wilde ook echt naar die computer. Hè. Ze was echt... Ze is zo'n tunnelvisie op die computer. Oh, oh, oh. Nou ja. Wil je me volgen op Origin? Nee, ik ga mensen niet volgen op Origin. Want dat vind ik super onoverzichtelijk. Omdat ik eigenlijk nooit... Ja, Sims is toch niet echt een spel wat je kan spelen met andere mensen. Maar als je bedoelt in de galerij... daar ga ik binnenkort een speciale stream over doen. Ja, die was echt heel slecht qua lag. Ik weet ook niet waar dat aan lag. Maar de vorige keer had ik dus gestreamd. Het was echt niet te doen, gewoon. Toen speelden we It Takes Two met Jill samen. En ik heb een nieuwe processor gekocht. Gewoon om dit tegen te gaan. Maar het werd echt dramatisch. Het was echt verschrikkelijk. Maar goed. Oh, ik loop niet meer vast. Dat is mooi. Je kan meerdere taken aannemen. Dat klopt, dat klopt. Oh, Marieke zegt ik klik op focus, maar er gebeurt niks. Oh, dat is zo bijzonder. Nou, Marieke, waar zou je op stemmen? Neem ik hem handmatig mee? Oh, oh. Origin is bezig om alles naar EA Games over te zetten. Ik heb ook de beta-versie, ja. Dat klopt. Origin gaat weg. Het gaat anders heten. Het wordt een ander soort programma. Hey, Jules. Dankjewel voor je follow. Oké, we doen nee. Nee heeft gewonnen. Nou, dus dat is geen hobby van haar. Ja, ik denk dat we toch maar even weer naar huis gaan nu. Want we staan hier nu zo in dit huis. Best wel random. Maar we hebben nu wel alvast wat... Oh shit, dat is niet waar ons huis woont. We hebben wel nu alvast wat tijd gewonnen door dit al te doen. Dus dan hoef je dat morgen niet. Maar Marieke is een stem op ja. Oké, okay, ja, maar die ene stem had niet uitgemaakt. Oké, okay, nou, we zijn weer thuis. Even kijken, is er een bepaalde vaardigheid of zo ook die je kan helpen bij dit... Ja, daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Ja, weet je niet. Wat zullen we even doen in de tussentijd? Moeten we even wat... We zullen straks wel allemaal mensen bij ons aan de deur komen. Misschien kunnen we daar alvast kennis mee maken. Misschien kunnen we alvast wat eten maken. Ja, we hebben ook nog niet echt honger, hè. We hebben eigenlijk nog helemaal niks te doen. Ze gaat hier meteen over chatten. Waarom gaat Origin veranderen? Ja, sorry voor de trein. Daar kan ik echt niks aan doen. Ze houdt misschien wel van bakken. Dat vind ik wel een leuke... Laten we brownies bakken. Misschien is dat wel een leuke hobby voor haar. Stofzuigen. Maar ik heb een robotstofzuiger. We kunnen wel een schoonmaakroutine starten. Misschien doen we dat eerst en dan gaan we daarna brownies bakken. Het kan namelijk tegelijk. Hoe noemt dat huis? Het huis staat nog niet in de galerij omdat er spullen in zitten van het nieuwe pakket. Het nieuwe pakket is nog niet uit, dus ik ga het morgen uploaden als het voor iedereen beschikbaar is. Een man of een vrouw zoeken. We kunnen straks wel even wat mensen ontmoeten, maar ik weet niet of ik meteen al een partner wil. Waar kan je de simoleons vinden? Staat allemaal in de informatiepanelen hier beneden uitgelegd. Oké, maar we gaan even brownies. We hebben de bakvaardigheid geleerd. Nou hoop ik dat ze dit ook leuk gaat vinden. Want dit lijkt me dus wel echt een leuke vaardigheid om te hebben. Even kijken. Is dit de welkom wagon al? Nee, hè? Ik denk het niet. Sowieso komen er straks mensen op visite. Maar dan hebben we alvast brownies voor als we visite krijgen. Dat is wel echt
Echt een top idee. Noem de stofzuiger Henry. Wacht, kan je de stofzuiger een naam geven? Sure. Oké. Okay. Oh, we kunnen dit niet gebruiken? Waarom kunnen we dit niet gebruiken? Ho, eens even. Waarom kunnen we die oven niet gebruiken? Wat is dit nou weer voor bullshit? Kunnen we het nu wel doen? Even testen. Ah, ik kan niet onder de kookplaat dan. Oh, dat is raar. Oké, nou ja, doe het zo. Ook goed. Wat zijn die glinsteringen op de vloer? Als je het alles aan kant kitpakket hebt, dan krijg je dat je, als het huis zeg maar schoon is, dat je die glinsteringen ziet. En dan weet je dat het huis schoon is. Ik vind het zelf best irritant. Oké, nu we dit ernaast hebben, wil ik dat dit wit is. Oké, maar de brownies worden gebakken. Tenminste... Dude, je brownies! Maak je freaking brownies af! Doorgaan met brownies! Wat een halfhartige inzet weer. Tjonge, jonge, jonge. Ja, waarom gaat Origin veranderen? Ja, ik weet het niet, Rachel Caitlin. Ik denk gewoon omdat ze nu gewoon EA Games. Is gewoon duidelijker dat dat van EA zelf is. Ik denk dat het misschien een beetje verwarrend is voor sommige mensen. Dat Origin zeg maar het platform is van EA. Als ik ook zie hoeveel vragen ik daarover krijg. Maar goed. Bakken vindt ze niet zo leuk, hè? Weer op de computer. Ja, echt, hè? Jordi, ik weet even niet wat je bedoelt. En verder zeker, stuur maar foto's in de Discord. Je mag ze trouwens ook in Sims Verbouwen zetten in mijn kanaal. Daar delen wel vaker mensen foto's van hun huizen. Oké, nou, we hebben in elk geval brownies gemaakt. Ik had verwacht dat er wel mensen zouden komen, zeg maar... Met de welcome wagon, die je dan welkom kan heten in het nieuwe huis, maar blijkbaar niet. Nou, oké. Zullen we maar gewoon een portie pakken dan? Hey Henk, ik ga je op Instagram volgen. Dankjewel voor het kopen van de beloning. Oh, dat vind ik leuk. Hey Jur! Oh mijn god, Jur, tijd niet gezien. Hoe gaat het? Ja, mijn sim is even lekker brownies aan het eten. Oh, het gaat... Nou, je ziet het, zo gaat het. En mijn huis wordt stofgezogen, maar hij heeft er ook niet echt per se zin in. Oh, is daar eindelijk de welcome wagon? Ik denk het. Maar we zijn het nieuwe pakket aan het proberen in elk geval. Nee, het welkomstcomité heeft er inderdaad geen zin in. Nee, je Origin account gaat niet weg. Ik denk dat dat dan wordt gekoppeld aan EA Play binnenkort. Maar het zit nu nog in de beta versie. Dus dat zal nog wel even duren. Oké, we gaan de buren vragen om binnen te komen. Daar komt de beruchte fruitcake. Die iedereen altijd fucking goor vindt. Dus ik ben benieuwd hoe die nu zal zijn. Ze zijn altijd 3 dagen chagrijnig als ze van deze cake hebben gegeten. Dus summer holiday. Ik ben benieuwd. Dortje, leuk dat je er was. Oh, Jur is ook weer onder zijn steen vandaag gekomen. Ja, examens zijn afgelopen. Je had natuurlijk ook examens. Hoe ging het? Ik heb wel voor je geduimd. Ik heb oprecht aan je gedacht. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat je het gehaald hebt. Ik ga echt voor je duimen. Wat ga je eigenlijk studeren hierna? Wat ga je doen? Ik weet het helemaal niet. Wil je nog steeds programmeren? Of wat is het idee? Ik ben alleen ziek geworden. Oh, dat is echt kut. Gelijk weggooi je die cake. Ah, hij vreet die cake wel. Ik peil even hoe hij erop gaat. Als hij er goed op gaat, dan ga ik ook die cake eten. Wie ben jij eigenlijk, Travis? Oké, nou, we kunnen wel vrienden worden met Liberty. Laten we bedanken voor hun komst. Aardige introductie. Opfleuren. Laten we een beetje vrienden worden met de boeren. Onna Summer Holiday, Wiet Desim Summer Holiday. We are going on a summer holiday. Ik weet ook niet, wat komt daar daarna? Ik heb geen idee. Fijn dat we even een praatje konden maken. Ja, was gezellig. Zij gaat toch niet ook op mijn computer nu, hè? Potverdorie. Hebben hun een make-over gehad of zo? Nou, volgens mij is dit hun winteroutfit. Omdat het is wel lente, maar het is koud. Dat zie je hier. Dus dat is dan door jaargetijden dat ze dit aan hebben. Maar die outfits worden altijd random gegenereerd. En het is niet echt heel nice. Oh, kijk. We kunnen nu... waar stond het nou? Het stond er net nog. We konden naar smaakinrichting. Of smaak... Wat was het? Inrichtingssmaak konden we vragen. Waar stond het? Hier, naar smaak en inrichting vragen. Dat wil ik. We gaan alvast even oefenen. Hier, we gaan het aan iedereen vragen. Oké, zij mag wel even op mijn computer vooruit. Subra blush. Ja, dat is echt heftig, hè? Ja, ik kan niet zingen. Sorry, simpel. Komt er ook nog een video op YouTube dat je dit pack gaat proberen? Jazeker, dit wordt de eerste video. En hierna wordt het denk ik gewoon een let's play. Ik weet niet of ik dit echt als eerste video ga uploaden. Nou ja, als je dit op YouTube kijkt, hallo. Maar ja, het is, ik ga hier wel mee verder op YouTube. Want ik heb al genoeg series op Twitch lopen.
Precies. Ik weet niet of ik hem morgen al red om hem morgen te uploaden, maar anders komt hij woensdag, Woutje. Ik denk dat ik de stream morgen sowieso op YouTube upload. Maar goed. Wat is de kwaliteit? Is normaal. Ja, ik ga niet van de normale vruchtencake eten. Ik vind dat niet echt per se dat ik denk veilig. Weet ik nou al wat hun smaak is? Kan ik dat nu zien? Even zien. Nee. Waarom weet ik nog steeds niet wat haar smaak is? Nou ja, oké. Okay. Het is hier niet echt een heel denderend blok, moet ik wel zeggen. Zie je hier plassen via de spiegel? Hier, dit. Ja, dat is wel awkward. Ik was gisteren bij vrienden van me en zij wonen echt in zo'n bovenwoning. En zij hebben echt achter hun wc zo'n enorm raam. Dus elke keer als je opstaat, dan kan iedereen volgens mij recht in je aars kijken. Ik vind dat heel grappig. Maar ze is afwasser. Wie is deze chica? Ja, ik kom ook maar binnen dan, Minerva. Ja, ik bedoel, iedereen is er nou toch? Respectvolle kennismaking. Wat gebeurt er met je account van Origin als het verandert? Ja, dat niks. Dat blijft gewoon. Ze gaan niet ineens je account aanpassen. Maar ik weet het nog niet hoe het precies gaat lopen. Daar gaan we achterkomen. Hoe je dit pakket krijgt? Oh, sorry. Ja, ik heb early access gekregen. Dus ik mocht dit pakket alvast voor jullie proberen vandaag. Maar het komt morgen om 7 uur uit. En daarna kun je het gewoon kopen. Oh, dat is wel een dingetje met deze tafel. Dit is natuurlijk een nieuwe tafel. Dit vind ik wel jammer, moet ik zeggen. Dit is dus een tafel die in het pakket zit. Maar hier hadden ze op zich wel iets beter over na kunnen denken. Ik bedoel, als het custom content is, dan zou ik dit acceptabel vinden. Maar dit is gewoon van de Sims zelf. Dat vind ik wel slecht. Maar goed. Anyway. Ik wil haar smaak weten. Zij heeft vast een slechte smaak. En we hebben de snoepbaars geleerd. Ja, ik snap nooit waarom ze ineens, als ze met mensen praten, dat ze ineens gewoon random nieuwe vis leren kennen. Maar ja, ik heb het hier al wel vaker over gehad. Okay, we gaan ook naar haar smaak van inrichting vragen. En ik weet niet wat de stofzuiger doet, maar niet echt veel. Nee, waarschijnlijk weer niet getest inderdaad hier. Wat was het moeilijkste examen trouwens? En Menusha, mijn leukste pakket is jaargetijden, maar ik heb een hele video gemaakt, of twee eigenlijk, op mijn YouTube kanaal, waarin ik precies uitleg waarom ik welke pakketten wel en niet leuk vind. Dus als je dat interessant vindt, kan je die misschien kijken. Ik wil wel doorspoelen, ja, dit is inderdaad niet echt heel denderend, hè. Nee, ik wil ook de welkom brengen eigenlijk gewoon straks weg hebben. Ja, we hebben ook nog niet echt, oh, we gaan zelf gewoon de afwas doen. Ik denk dat ik gewoon alvast even avondeten voor mezelf ga maken voor straks. Laten we macaroni maken. Ik maak altijd al... Wie was dit? Meisje Alina, hi. Ja, de robotstofzuiger is er echt klaar mee, inderdaad. Wat vind je de mooiste wereld? Oh, ik vind Windenburg heel mooi. Maar ja, ik weet het niet. Oké, iedereen gaat. Ja, dat wordt wel tijd, inderdaad. Oké, we gaan niet meer eten. We zitten vol. Ga ik maar opruimen. Ja. En dan denk ik, gaan we... Ja, we hebben geen tv dus. Misschien moeten we toch een tv kopen. Ik twijfel een beetje. Honden en katten is ook wel leuk hoor. Maar ik vind die katten die glitchen altijd zo erg. Ik vind dat nooit zo leuk. Wiskunde was het moeilijkste hoor. Ja, ik heb Vlaams geleerd. Ik weet nu waarom Octo van SpongeBob zo heet. Ja, dat... ja. Soms heb je ineens dat je echt zo'n... Zo'n moment hebt dat dat kwartje dan valt, ja. Ik vind de stad de mooiste. Ja, ik vind die ook heel leuk, inderdaad. Ja, ik denk dat we maar gewoon Sims gaan spelen. Want wat ga je anders doen? Kijk, ze wil ook nu al naar bed. Maar ik wil op zich wel graag dat die mensen eerst uit mijn huis vertrekken. Hier, ik ga jullie allebei naar huis sturen. Want ik bedoel, het is mooi geweest. Zou je ook een rank video willen maken over je leukste wereld? Oh, dat kan ik best misschien een keer doen. Ik zal het op een ideeënlijst zetten, maar ik heb geen idee wanneer ik daaraan toe ga komen. Ja. Met de gamepack staat deze pack op 1. Ja, ik denk het ook. Ik ben benieuwd. Het valt of staat straks met mij over hoe zo'n werkdag is. Hoe leuk ik dat vind. Of het de moeite waard is. Ja, Sulani is ook mooi, maar ik vind dat echt zo'n vakantiewereld. Dus ja, niet altijd... Niet voor altijd. Ik vind dat niet echt een woonwereld. Dus ik speel daar toch niet zo vaak in. Jur, mijn ideeënlijst is echt kilometers. Ik heb zoveel video's die ik nog wil maken. Maar ja, ik heb ook gewoon echt... Als ik een keer een weekend zoals dit weekend... Als ik een keer een weekend gewoon op dagen gewoon iets anders ga doen... Dan gewoon thuis zijn. Dan red ik het al niet met mijn standaard planning. Gewoon om video's te maken.
Dus dat is altijd best wel irritant. Maar ja. Ik denk dat ik met per video gewoon een dag bezig ben. Ga weg. Ik weet dat je mij heel aardig vindt, maar... Weer gaan slapen. Oké. Okay. Oh nee, hij is nu al stuk. Hoe is hij nu al stuk? Hij heeft niet eens gereden. Hij gaat toch niet vlam vatten, hè? Oh mijn god. Ja, doen we morgen wel, hoor. Die fucking prullenbak. Oh nee, hij maakt er ook echt teringzooi van. Oké, stop. Wat gebeurt hier? Repareren. Ik ga hem zelf wel repareren, jongen, jongen. Oh. En ik wil ook geen vervolgstudie doen. Laat me met rust. Oh, oh, oh. Ja, Jur, jij hebt nu natuurlijk tering lang vrij. Maar wat ga je doen met je vrijheid? Ja, dit is inderdaad erger dan die kabouters met het oogstens. Maar dat geluid ook wat eruit komt, is niet goed hoor. Oké, nou, we gaan even slapen. En dan gaan we daarna even douchen. En dan gaan we even... Oh shit, mijn macaroni vergeten in de koelkast te zetten. Oké, dan ga ik voor mezelf een fruitsalade maken. Ik gooi dit wel weg. En dit. Ik ruim wel voor erop. Het is altijd een zware nacht. Zo. Hey, Dream for Sims is weer terug. Leuk. Is er ook een nieuwe studie nu? Dat weet ik eigenlijk niet. Kunnen we straks wel even onderzoeken of er een nieuwe studie is? Oh shit, wat stond er? Senna heeft over een uur een eerder gesklust. Oh shit, we hebben nu gewoon nog honger. Oh, ik had dit echt zo goed voor kunnen bereiden, maar het is niet gelukt. Wacht, kunnen we die brownies niet gewoon meenemen? Ik neem mijn brownies gewoon mee. Ik eet onderweg wel wat brownies. Oké, misschien dat ze net op tijd klaar is met de fruitsalade. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja, die vruchtencake ga ik ook gewoon weggooien hoor. Oké, tijd om te ontwerpen. Oké, laten we aan de slag gaan. Oh shit, ik hoop niet dat ik nu voor altijd die vruchtencake aan mijn muis heb. Dat zou wel echt de ultieme nijstreek van de Sims zijn. Maar ik zie het voor me. Oh leuk, verder. Ik ga straks kijken. Ja, Madelief, dat heb ik dus ook. En Jorg lekker met vrienden afspreken, veel werken, veel uitslapen. Gewoon alles wat je normaal ook in de vakantie doet. Ja, echt top. Oké, oh, kijkers staan. Wacht, ik ga even wel... ik wil hier graag even een screenshot van maken. Werkt dit of niet? Oh. Want kijk, ze staat er helemaal zo bij als een echte ontwerper. En ik heb een thumbnail nodig voor de YouTube video, dus bij deze. Oké, volgens mij zijn we er klaar voor. Het is belangrijk om voor- en nafoto's te maken van je werk als interieurontwerper. Oké, top. Top. Nou, we gaan eerst aankloppen, denk ik. We mogen al naar binnen. Oh, we zijn al binnen. Oké, top. Ja, we zijn dus gisteren al even geweest om alvast voorfoto's te maken. Dus dat is klaar. Maar laten we een aardige introductie doen. Ik dacht even, waarom staat hier meteen klant wegsturen? Zo, wat zit zij te kijken voor porno? Allemaal lekker gespierde mannen kijken. Oké, even zien. We moeten echt super nodig plassen. Dus dat gaan we straks ook doen. Zijn er nog meer klanten? We moeten sowieso ook met deze man even praten. Respectvolle kennismaking voordat we de klanten gaan wegsturen. Ik weet ook niet of er nog meer... Of er nog kinderen zijn bijvoorbeeld. Ja, er is hier ook nog een kind. Daar moeten we ook mee praten. Aardige introductie. Oké, we gaan even met iedereen praten. Dat kan echt niet op kindertv. Oh. Vind ik ook. Precies. Oké. Even zien hoor. Wat kunnen we doen? We kunnen vragen om moodboard te zien. En we kunnen ontwerpen bespreken en naar favoriete ontwerpen vragen. We gaan met iedereen gaan we dit even vragen om inspiratie te zien. Ontwerpen bespreken. Oké, wat weten we eigenlijk al over deze klus? Mijn mama vindt jou veel te grof. Ja, maar het is 9:30. Het is 9:30. Ik vind... Ja, sorry hoor. Het is expres. Doe ik mijn stream, flag ik mijn stream niet als kindvriendelijk. Want ik wil dus daar geen problemen mee krijgen. Ik probeer het vloeken wel te beperken. Maar het was een grapje. Oké, gelukkig. Ik wil echt geen ruzie met de ouders. Maar er is hier ook nog eens een man. Oké, even kijken. Wat wil jij inspiratie zien? Oké. Hij houdt van ze houden van keuken. Hekel aan de missie-inrichting waarvan ik nog steeds geen idee heb wat het is. En we moeten nog één ding weten. Nou, oké. Sim-Teresse-bord heet het ook te zien. Is dat een soort Pinterest, maar dan Sim-Teresse? Ja, allemaal een bed inderdaad hier. Fuck it. Wat betekent raiden? Dat betekent dat als ik klaar ben met streamen aan het einde, dat we de hele zooi meenemen naar iemand anders. En dat we dan gewoon daar gezellig verder chatten bij een andere streamer.
Je ging altijd met dit gezin spelen. Ik heb eigenlijk nog nooit met dit gezin gespeeld. Oké, we weten die laatste ook al. Oké, we houden van blauw. Oké, we hebben de klant leren kennen. Dus we moeten na foto. Oké, we moeten eigenlijk nu iedereen wegsturen dan. Klant wegsturen. Iedereen weg. Klant wegsturen. Klant wegsturen. Oké, die laatste paste niet. Dit kan sneller. Oh, we moeten echt super nodig plassen. Misschien moeten we eerst plassen. Het zou best wel lullig zijn als we op onze eerste werkdag meteen in onze broek zeiken. De wc is ook helemaal hier. We kunnen het ook inspecteren, de meubels. Oké. Oké, ja, we willen de klant wegsturen. Ja, we weten het al. Oké. Oké. Tot straks. Ik hoop dat iedereen... Is iedereen nu weg? Ja, volgens mij wel. Oké, dan kunnen we dus naar bouwen. Gelukkig. Wanneer ga je weer live? Ik denk woensdag, maar dat weet ik niet zeker. Ik laat het weten sowieso op Instagram altijd. Ik moet even kijken hoe ik uitkom. Wat is er met de UI gebeurd? Ja, volgens mij komt dat door een van mijn mods. Ik denk MC Command Center. Maar ik heb geen idee. Maar het werkt wel nog steeds. Dus. Oké, even kijken hoor. Vroeger... Boos briefje naar Twitch, ja echt hè. Dit is gewoon in de basiswereld van Oasis Springs. En ja, een eilandtour zat ook nog steeds op mijn to-do-lijst. Ja, hoeveel geld mag ik uitgeven? Dat weet ik eigenlijk niet. Oké, we hebben dus 7000 simoleons, wat best wel veel is. Maar ik weet dus ook gewoon niet wat ik nou moet renoveren. Of ik nou zelf een kamer moet kiezen. Of niet. Ik heb deze persoon niet, dus ik kan het niet voor je uitzoeken. Nee, dat geeft niet door Tigo. Even kijken. We houden van blauw, niet van missie. En we houden van koken. Ja, dan is het misschien gewoon de keuken. Dan moeten we dit gewoon... Maar op zich is dit al best wel een blauwe keuken. Ik weet niet of we dit echt per se kunnen aanpassen. Nou, weet je, we gaan gewoon even inbouwen. Kijken wat er kan gebeuren. Is er een nieuwe versie van MC Command zetten? Dan ligt het waarschijnlijk daaraan. Ja, ik ga de keuken doen, oké? We gaan de keuken doen. Oké. Er zijn geen beperkingen. Oh, we mogen geen nieuwe vloertegels kiezen. Maar oké, dit zijn op zich best wel prima vloertegels. Wat hebben we nog meer? Eigenschappen. Kunnen wij dit huis ook eigenschappen geven? Ik weet niet of we daar punten voor krijgen. Maar we kunnen natuurlijk wel er een kookpaleis van maken. En huiselijk. En ja, wat kunnen we nog meer doen? Even iets positiefs. Gemoedelijk zo. Nu is het echt een vet knushuis geworden. Oké, goed. We gaan een keuken maken. Daar komt die blauwe keuken vandaan. Ja, echt. Hij heeft wel smaak. Maar ze hebben ook echt de duurste spullen al. Maar waar ik nou even benieuwd naar ben, vooral. Als ik even op alles weergeven ga. Oh, jullie kunnen dit trouwens heel slecht zien. Sorry daarvoor. Ik weet niet of je het graag wilde zien, maar... Dit is wat er staat. We mogen geen nieuwe vloertegels. Dit zijn de voorkeuren, oké? De spullen zijn gewoon top. Ja, echt hè? Ik weet niet zo goed wat ik hier moet denken. Ik ga geen aardbevingszone toevoegen. Hey Jolijn, dankjewel voor je follow. Oh, het was je UI-mod. Ja, dat is echt wel... Dat is lullig. Hey, Marloes is er trouwens. Sorry, ik had wel even niet gezien dat jij het was. Maar wat leuk dat je er bent. Oké, maar we hebben dus stijlen. En we houden niet van de missiestijl. Maar wat is de... Oh, dit is de missiestijl. Oh, daar kan ik wel... Dat vind ik ook niet mooi. Daar kan ik goed omheen werken. Dus verder mag alles. Oké. Freaking nice. Oké, ja. Ik ga gewoon even kijken. Dus dat missie mag niet. We houden van keuken en we houden van blauw. Cool. Kunnen we dit vanmiddag maken? Ik weet niet of het helpt. Ja, dit is gewoon een ouderwets. We gaan gewoon... Maar dit gaat allemaal naar het huishoudinventaris. Ja, ik weet niet of ik dit allemaal gewoon weg mag gooien. Maar ik ga het gewoon doen. Gewoon alles eruit. Even de muur omhoog. Deze hele keuken krijgt gewoon... Een upgrade. En als ik dan nog geld over heb, gaan we gewoon nog meer doen. Zo. Oké, even kijken. Maar ik weet nu dus eigenlijk niet hoeveel geld ik heb uitgegeven in totaal. Oh, we hebben nul van... Oh, we hebben nu 41.000. Oké, top. Dus dat kan je wel zien. Hey, Jill! Hoe gaat het? Hey, het gezellig dat je er bent. Hoe was dat spelletje gisteren, Hoco Live? Ik ben echt benieuwd of het leuk was. Oké. Ja, van alles wat je verwijdert, wordt je budget hoger. Ja, even kijken. We zijn het nieuwe Sims-pakket aan het testen. En we moeten een keuken renoveren. Er is één stijl die we niet mogen gebruiken, maar dat vond ik gelukkig zelf al ook niet mooi.
Dus dit is eigenlijk de keuken. Het is een super groot huis. En ja, die raampjes zijn ook echt... Oh, wat is dit een afschuwelijk huis. Ik kan hier echt niet tegen. Dus we gaan er even wat mooiers van maken. Ik ga alles weghalen. De vereisten zijn, we houden van blauw. Eén stijl mag niet. En we houden van koken. Dus we mogen de tegels op de grond niet veranderen. Verder mag alles. Dus ik ga even gewoon kijken of ik dit wat meer... Ja, er moet sowieso genoeg blauw in. Maar we gaan eerst eens even kijken hoe we deze keuken gaan indelen, jongens. Als jullie ideeën hebben, let me know. Welke stijl mag niet? Ja, die stijl heet Missy. Maar oké, ik zal het nog één keer laten zien. Kijk, als we kijken bij Missy, dan kan je dus op filteren. Hier, Missy stijl. Dat is dit. Dit soort hout. En ja, ik weet niet. Oké, maar onze twee nieuwe kleden zitten daar dus ook bij. Ja. Nou, ik ga het aan het einde wel gewoon checken of er niks tussen zit. Of ik niks heb gekocht waar, wat van de missiestijl is. Maar goed, we gaan een wat modernere keuken maken. En we houden van blauw. We kunnen ook... Dit is wel heel erg. Ik ga trouwens wel even filteren op blauw. Om te kijken of... of hier... Oké, wat voor blauwe aanrechten we allemaal hebben. Ik heb echt weer... Oh, Jill. Wat? Oh, nu ben ik... Oké. Zin om de Sims te spelen nu. Ja, ik vind dit pakket echt leuk. Ik zou dat hele huis aanpakken. Ja, maar daar hebben we geen budget voor. Nee, een kleed doe je niet in de keuken. Nee, dat is ook weer zo. Tenminste, dat ja, zou ik zelf ook niet zo snel doen. Oké. Ja, een blauwe keuken is wel intens hoor. Misschien moeten we gewoon niet de keukenkastjes zelf blauw maken. Ah, dit is trouwens ook... Dit kunnen we best wel chic... Dit vindt hij blauw. Deze kleurencombinatie kunnen we denk ik wel chic maken, toch? Oh, dat is een muur. Ik weet niet. Ik zit echt even te denken. Oké, misschien doe ik deze. Ik zit wel... Ik moet even snel, voordat ik het vergeet. Hier moet een deur komen, want dat ga ik anders vergeten. Dus het lijkt me een goed idee om dat wel even aan te passen zo. Mijn keuken is zwart. Ja, ik heb ook een zwarte keuken. Ik vind dat ook mooi. Welke kleur vind ik mooi? Ik hou van blauw ook. Maar niet... Ja, turquoise is mijn lievelingskleur. Je ziet het ook al in mijn logo hier beneden. Het is echt een mega keuken, hè? Ja, echt, hè? De Animal Crossing vetten. Ja, dat is lastiger, denk ik. Je kan namelijk niet je save doorgeven in Animal Crossing. Oké, ik wil graag... Ik zit even te kijken of we met een donkerblauw... Kijk, dit kunnen we... hier kunnen we ook wel wat mee, denk ik. Oh, misschien niet die muur. Want daar kwam de keuken tegenaan. Daar willen we misschien tegels. Ik vind het oprecht nog best wel lastig. Ja, ik denk wel dat we daar iets van tegels willen. Oh, maar misschien dit. Dit is ook wel mooi. Zijn dit er ook in blauw? Oh, misschien moeten we dit zwart maken. Dit is ook een soort donkerblauw, toch? Is dit donkerblauw? Ik vind het mooier als het zwart is. Oké, we maken dit zwart. Deze hele muur. We maken er echt een heel strak nieuw ding van, oké? Oh, oh, oh. Wow, shorts had ik vroeger ook. Ik had vroeger ook een turquoise haar aan de onderkant. En ik vind de landelijke keuken zelf niet zo mooi, Raoul. Dus ik denk niet dat ik dat ga doen. Maar goed. Lijkt echt verschrikkelijk om die keuken te bouwen. Ja, ik vind het ook. Het is zo groot in ruimte. Dat is eigenlijk nooit prettig. Ja, ik vind deze kleur blauw misschien toch ook niet zo mooi. Ik zit te kijken. We zouden best wel... We kunnen hier best veel zwart in doen. Ik weet niet of ik het mooi vind met deze... Oh, ik zit echt te struggelen, man. Ik vind het nu al lastig. Oké. Jezus. Flinke grote eettafel erin. Ja, maar volgens mij... Dit is de eetkamer. Deze hele bar. Maar er komt hier gewoon nog een eetkamer. Ja, ik wil graag deze gebruiken. Is deze er ook niet in het blauw? Maar dat vind ik dan weer lelijk. Nee, oké. Ga ik dit gewoon... Ja, ze wilde wel graag blauw, maar dat matcht eigenlijk niet bij zwart. Oké, die blauw is juist leuk. Ik hou deze blauw wel. Oké, ik ga straks kijken wat ik er allemaal in ga zetten. Maar ik doe eerst even gewoon een hele rij van dit. Ik vind die ander wel echt mooier. Welke is dat deze? Ja, we kunnen ook dit doen, maar dat is ook weer... Je zou een eiland kunnen plaatsen. Ja, dat is sowieso een goed idee. En Mara gaat slapen. Slaap lekker. Oh ja, dat vind ik een goeie, Christy. Dat vind ik echt een goeie. Blauw is echt mijn lievelingskleur. Maar om een blauwe keuken te hebben, nee. Ja, dat heb ik dus ook.
Ja, dit zwart, nee, het past, ik hou echt van zwart, maar het is een, het, nee, het komt hier niet tot z'n recht. Dit is veel chiquer, oké. We gaan het toch zo doen, jongens. Misschien zelfs een beetje bruin. Ja, oké. Wat, dit is beter. We doen deze tegels. En ik heb hier natuurlijk ook blauw op de muur. Ja, ik zit even te kijken. Ik vind dat denk ik toch ook niet zo mooi. Ik wil gewoon iets gestuukt of zo. Even zien hoor. Het wordt wel heel stenig. Pleisterstijl. Oh, dit vind ik eigenlijk wel fraai. Oké, laten we dit erbij doen. Dat matcht ook meer bij de kleur van de... ja, dat is zeker ook weer net niet dezelfde kleur. Oh, wat erg. Waarom is dat nou net niet hetzelfde? Is het een vliegje? Ik vraag me af of het spel hier een probleem van gaat maken. Maar ik maak hier wel een probleem van. Of is het wel oké? Ik kan ook dit doen. Ja, dat is wel... Ah, wat is dit lastig. Want een klotenpakket, ik vind het helemaal niet meer leuk. Ik ben er helemaal klaar mee, jongens. Oh shit, dan loopt vast. Als hij nu crasht, hè. Ik heb echt al vanaf het begin niet gesaved. Echt waar. Ik maak hem echt... Oké. Okay. Ik dacht echt, er gaat mijn spel, jongens. Ah. Oh. Nee, oké. Okay. Ik wil gewoon een kleur... Oké, weet je wat? Ik filter wel blauw. We gaan alle blauwe muren af tot we de perfecte blauw hebben gevonden die precies dezelfde kleur is als deze kastjes. Dit komt aardig in de buurt, maar dat is het nog steeds net niet. Nadeel in het pakket is nu al denk ik dat je zo precies bent. Ja, dat is waar. Dit wordt erg vermoeiend voor mensen om naar te kijken, denk ik. Ja, ik ben het met je eens. Ja, je hebt wel een goed punt daar. En toch kan ik er niet bij stoppen. Ik ben echt een mierenneuker. Ja, het is echt zo. Dit pakket is echt voor bouwers, hè. Ja, het is ook wel echt voor bouwers, dat klopt. Het is echt, als je niet van bouwen houdt, dan heb je hier echt geen reet aan. Want de spullen die erin zitten, zijn ook allemaal inderdaad wel echt op bouwen gericht. Oké, ik ga voor dit. Ja, we doen toch dit. Oké, volgens mij had ik deze kleur net, maar we doen met goudaccenten gewoon en dan wordt het wel chic. Oké. Dit wordt chic. Ik beloof het. Oké, we hadden dit ding. Dit aanrecht. Is dit dan de blauwe versie? Nee, dit is de witte versie ervan. Ja, willen we ook de blauwe. Ja, ik vind een blauwe keuken gewoon. Wie neemt er nou een blauwe keuken? Nou, deze mensen dus blijkbaar, maar... ik zou dit zelf echt niet uitkiezen. Oké, nou, ze hadden sowieso echt een hele rare, kromme vorm of zo. Dit is beter dan wel, dus ja, het is wel echt leuk. Maar zulke grote kamers, ja, maar dit is ook echt... Dit is gewoon zo'n kamer, wat heb je hier aan? Weet je, niemand zei dat ik geen muren mocht bouwen. Misschien moeten we een soort van voorraadkast gewoon hierin gaan maken. Nee, niet alles hoeft blauw, het is een voorkeur. Ja, oké, precies, dat is waar, dat is natuurlijk zo. Maar we kunnen best wel deze kamer misschien... iets minder groot maken. Ah, leuk George dat je dit gaat kopen. Ja, het is wel echt leuk hoor. Maar ja, dit zit dan ook weer echt op zo'n... rare plek. Oké, misschien kunnen we hier... Oh, je kunt geen nieuwe... Oké, mag geen muren toevoegen. Blijkbaar mag ik toch geen muren toevoegen. Ja, dat maakt inderdaad... Dat maakt het niet makkelijker. Maar we kunnen... Ik zit even te denken, hoe kunnen we werken met... variatie. Misschien is het een idee om hier een platform ergens... Kunnen we dat? Mogen we wel een platform maken? Nee, oké. Dat zat wel in de trailer. Ik voel me voorgelogen. En ik hoor Cody aan de deur krabben. Oké, wacht heel even. Te weten. Hey, kom je erbij? Kom je gezellig chillen? Wij zijn mijn Sims-team. Kom maar. De mensen hebben jou gemist. Mauw. Hey, Cody. Ja. Hey, je wil gewoon even uit het raam kijken, hè? Ja, mag wel. Waarschijnlijk wil hij over 2 minuten weer naar buiten, maar dat is oké. Platform kan dus ook niet. Ik vind het wel jammer dat het allemaal niet kan. Gaat hij daar weer aan het raam krabben? Hij heeft... Oké, hij wil alweer weg. Wil je weer uit? Ja, ik laat de deur wel voor je open. Dag, vriend.
Moeilijk man, kat. Ja, de keuken is echt te groot, ja. Ik mag zeker... Oké, ik wil even testen wat ik wel en niet kan doen. Kan ik bijvoorbeeld een halve muur bouwen? Mag dat wel? Nee, dat mag ook niet. Misschien mag dat later wel. Misschien moet ik eerst beter worden in mijn werk. Dat ze nu zoiets hebben van... Oh nee, dat kan nu echt nog niet. Maar... Oké, we hebben dit eiland. En ik had hier al een hoekstukje. Dat wil ik aan deze kant ook. Zo. Oké, en dan hier misschien nog een eettafel. Ik denk dat dat misschien wel leuk is. Als we daar dan nog... Hier hebben we dan... Ja, het keukengedeelte. Kan je geen bar erin zetten. Dat is ook al in de zitkamer, ja. Ja, dus ik denk dat ik... Kijk, want dan heb je hier en daar een bar en hier. Maar echt, wie deze... Oh, hij is aan het spelen op mijn kleed, jongens. Hij is helemaal lijp. Als je denkt, wat hoor ik? Dat is Cody die de zoomies heeft. Oh. Goed. Ja, nou, dan gaan we hier gewoon een eetkamer van maken. Ik zal proberen of het wat sneller kan. Er zijn wel echt mooie nieuwe spullen ook. Ik wil wel graag een nieuwe tafel gebruiken. Ik ga even op dit pakket filteren. Catnip Cody. Ja, hij heeft elke avond heeft hij zo'n half uurtje dat hij even gaat zoomen. Tenminste, ja, Michel en ik noemen dat zijn zoomuurtje. En dan gaat hij echt keihard door het huis sprinten. En dan wil hij ook de hele tijd aandacht en zo. Willy, ik zie je bericht. Misschien kan je een stuk afzetten met schermen. Ja, dat is misschien wel ook een idee. Misschien, ik vind een ronde tafel op zich ook wel. Oh, maar we kunnen ook gewoon zo'n bar erin. Misschien is dat raar. Ik weet niet of dat echt modern is. Maar dat is wel... Als we een soort van bar hebben, dan heb je wel meer ontbijt idee. Of we maken dat zo hier aan vast. Zo, dat de breakfast bar zo doorloopt in een hoge eettafel. Dat is misschien ook een beetje raar. Ik weet het niet. Kan je niet een tv ophangen met een barretje? Ja, misschien wel. Ik heb echt... Ik vind het echt een moeilijke ruimte. Ik ga eerst wel even appliances toevoegen. Oké. Nee. Oh, maar ik vind het echt jammer dat ik geen muren mag toevoegen. Ik heb nu al de neiging om te cheaten. Gewoon alleen al daarom. Is er geen inbouwkoelkast? Ze hadden echt al de mooiste koelkast. Oh, maar dit vind ik er eigenlijk ook wel bij passen. Ja, dat kan wel. Oké, en verder ga ik hier gewoon met goud. Nee, niet die. Ik ben zo kritisch, hè. Oké, dit. Ja, dat vind ik wel mooi. Even kijken. Ja, deze mensen willen natuurlijk ook gewoon een vaatwasser, denk ik. Misschien hier. Zo. Want we hebben natuurlijk ook die nieuwe ovens. Ja, ik denk gewoon een chique witte kookplaat zo, hier. Misschien hebben ze er wel twee. Dat vind ik wel iets voor in dit huis. Doei Marike, leuk dat je er was. Ja, deze ruimte is echt raar. Oké, maar dan moeten we dus ook nog zo'n oven doen. Maar dit kan hier blijkbaar dus niet onder. Ik dacht dat dat kon, maar dat kan dus niet onder een kookplaat. Maar goed, deze kleur blauw matcht in elk geval wel. Ja, dat vind ik dus raar. Nou, misschien kunnen we de oven hier zo naast de vaatwasser doen. Dat vind ik eigenlijk wel logisch dan. Gebruik de aandacht over. Ja, die kookplaat zit ook in dit pakket, joh. Ja, echt super nice. Ik vind deze heel erg leuk. Je hebt ook nog deze met gas. Dat past eigenlijk beter bij dit huis. En dan ook een gouden. Ja, dit is beter. Kijk, dit is al de chique vibe waar ik voor wil gaan. Even kijken. Ik wil denk ik ook... Wil ik bovenkastjes? We hebben wel bovenkastjes, maar ik weet niet. Ik vind bovenkastjes altijd een beetje truttig of zo. Ik heb ze zelf ook nooit. Of nee, nooit. Alsof ik elke dag een andere keuken heb. Maar ik heb zelf ook geen bovenkastjes. Het is net even te oranje. Ik verwerk toch wel wat zwart erin, denk ik. Want er moet wel, denk ik, een afzuigkap in. Nou, misschien moeten we er toch bovenkastjes. Worden jullie al moe van me? Ik word namelijk wel nu al moe van mezelf. Oh, deze kunnen er op zich wel bij. Het is niet helemaal dit pakket, maar... Ah, is er geen bovenkastje? Welk hoort hier dan bij? Is dit deze?
Oh ja. Oh, maar dit, ik krijg hier zo'n IKEA-gevoel van. Hmm. Ook met die boeken. Ja, nee, ik ga het toch niet doen. Oké, op gas moet je koken. Ja, dit is gas inderdaad. Maar ja. Nou, weet je wat? Ik ga het gewoon heel mooi aankleden en zo. Hier, ik kan die hele bananenboom kan ik hier gewoon inplempen. Dat scheelt ook alweer. Hier, al heel veel ruimte opgevuld. Kijk, dat gaat wel snel. Wat hebben we nog meer in de keuken nodig? Oh ja, we hebben sowieso barkrukken nodig hier natuurlijk. We hebben natuurlijk ook nieuwe barkrukken. Interieur designer. Oké, dat zijn deze. Maar die vind ik wel vrij, dus die gaan we er gewoon bij doen. En die zijn er natuurlijk ook in het blauw, dus die gaan we gewoon in het blauw doen. Oké, even spieken hoe dit er nu uitziet. Oké, het wordt al wel beter. Het wordt wat. Jongens, het gaat goed komen. Er is niks mis met de IKEA. Maar deze mensen zijn zo freaking rijk, dat ik het een beetje raar vind om dan een IKEA huis, zeg maar, te gaan maken. Ja, ik weet niet. Dat voelt niet goed. Deze mensen kunnen wel echt meer betalen dan IKEA, zeg maar. Dus dan vind ik het gek om dat dan te doen. Gaat dit heel erg glitchen? Ja, oké. Okay. Ik ga toch een paar kastjes plaatsen, gewoon om het toch een klein beetje wel op te vullen. Misschien zo boven de koelkast. Dat dit dan zo'n ingebouwd gedeelte is. Oké. Okay. Dit vind ik dan wel... Ja, is dit leuk? Is dit ook raar? Ik wil hier eigenlijk een muurtje tussen zetten. Laat me er gewoon een muurtje tussen zetten. Wat is de Cosmolux bouwstijl? Ja, dat vroeg ik me ook af. Hier, Cosmolux. Ja, volgens mij raketfetish. Dat is waar ik aan moet denken. Oké. Okay. Oh, dit is Cosmolux. Oh, ik heb een raketfetish. Dit is wat ik mooi vind. Oké, nou goed om te weten. Dan weten we dat ook weer. Wat een self-discovery met Jessie is dit, joh. Wat is er nieuw voor op het aanrecht? Weet ik eigenlijk niet. Decoraties. We hebben echt alleen een lama als nieuwe decoratie. Dus best wel weinig nieuwe decoratiedingen. Maar goed. Ja, wat vinden we van die kastjes? Ja, ik vind dat denk ik toch niet zo... Maar ik wil het gewoon een beetje afbakenen. Ik wil er eigenlijk gewoon een muur tussen zetten. Maar dat kan dan niet. Oh, wat vind ik dat irritant. Ja, het ligt inderdaad aan je opdracht. Wat is nu mijn opdracht precies? Dat kan ik dat zien hier? Ja, we mochten iets opknappen. We mochten het zelf weten. Ja, er is ook een oven voor op het aardig. Dat klopt inderdaad. Dat zijn... Ik zoek ze even. Oh ja, dit is die dure schaal. Die moet er sowieso opkomen. Er staat ook bij dat je er niks in mag stoppen. Waar is die oven? Kijk, deze kan je zo erop zetten. Maar dat vind ik er niet zo chic uitzien. Wow, er is een gouden laptop. Oké. Ik heb best wel genoeg budget. Oh, voorwerp kan niet. Oké, we moeten eerst ontgrendelen. Hey, Boas. Dankjewel voor je follow. Leuk dat je er bent. Oké, ik ga wat van deze vrolijke lampen erbij ophangen. In deze kleuren, denk ik. Ja, dat is wel leuk. En dan hang ik gewoon... Af en toe een paar van die lampen gewoon random zo ertussen. Die ga ik dan ook blauw maken. Zo. Voor de variatie. Wat nog meer? Ja, weet ik. Maar ik hoef niet per se die... Wat voor andere voorkeuren hebben ze voor de opdracht? Ze houden van... Ja, nou dat werkt dus ook niet. Oh, de wand van kastjes kan maken en dan dubbele kastjes op de koelkast is maar één laag. Ja, misschien is dat beter. En Tycho, ja, dat was de bot. Daar kan ik niks aan doen. Maar goed, we hebben een haat aan de missie-inrichting en we houden van koken. Vandaar dat we hebben gekozen om de keuken aan te passen. Oké, ja, laten we deze eraf halen. Zo dan. Ja, ik vind het wel gewoon... Ze hebben genoeg ruimte voor random objecten zoals deze kubus. Ik weet het ook niet. Zijn er al hogere ovens? Nee, dat is helaas jammer. Dat hebben we nog niet. En Nootje slaapt lekker. Leuk dat je erbij was. Ja, echt fan van de lama. Die moet er wel in. Oké. Ja, het is nu al een onwijze verbetering met wat het was natuurlijk. Maar ik wil hier dan
kijken waar we die plant neer gaan zetten. Zo gaat hij wel door de muur. Oké, even kijken of hoe ik hem zo min mogelijk door de muur kan doen. Er zit wel blauw in die pot. Op zich is die pot past er ook best wel bij. Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Of goud. Goud is misschien beter. En dan ja, een eettafel maar. Een schilderij. Ja, er moeten sowieso nog schilderijen in. Het zijn ook geen mooie tafels. Ja, ik wil gewoon een chique tafel, maar ik vind ze allemaal niet zo chic. Ja, deze misschien. Die kon dan wel alleen weer in lelijke kleuren. Een ronde tafel vind ik wel leuk, inderdaad. Ja, oké, we doen een ronde tafel, maar dan doe ik die. Oké, ik vind deze op zich wel cool, inderdaad. Een ronde tafel en dan moeten er natuurlijk stoelen bij. Oké, we kunnen een paar van deze chique jongens doen. Die witte leren. Ik bedoel, dat matcht wel bij de rest van hun lelijke huis. En deze passen er op zich ook wel tussen. En dan kunnen we nog één andere doen. Voor de variatie. Die er net niet helemaal bij past. Om het iets interessanter te maken. Dank je, Jill. Kom niet langs, er is geen koffie. Ah ja, shit, er is inderdaad geen koffie. Moet ik een koffie zetten? Nou, misschien inderdaad. Oké. Ik ben zelf altijd van zo clean mogelijk. En zo min mogelijk apparaten neerzetten. Maar het is misschien inderdaad wel een goed idee om een koffiezetapparaat en dat soort dingen neer te zetten. Maar dan wel deze fancy espresso machine. Want we gaan natuurlijk niet een beetje een of ander goedkoop apparaat neerzetten. Hebben we al een prullenbak? Ik denk het ook niet. Oké, prullenbak kan daar. En verder, ja, ik denk dat het echt nu neerkomt op gewoon decoraties en zo. Want dat hebben we nu helemaal nog niet. Ja, dit ding ligt hier ook een beetje random te zijn. Misschien is dit ook niet de plek. Maar ik vind het wel leuk. Ik vergeet altijd de prullenbak in de Sims. Ik ook, Christy. Heel vaak. 9 van de 10 keer. Brandalarm. Oh, dat is ook wel een goeie. Ja, vet goed idee. Oké, dat is inderdaad misschien... Ik hang hem gewoon hierachter zo. Oké, even kijken. Nou, we gooien het gewoon even vol op decoraties. Want volgens mij hebben we het voor de rest wel. Dus het komt dan... En misschien... We kunnen wel planken ophangen. Dat is misschien wel nog een idee. Want we hebben vet veel van deze coole planken. Hier, dit zijn natuurlijk ook een soort bovenkastjes. Die net iets minder lomper uitzien. Misschien zoiets. Dit heb ik net ook in mijn eigen huis gedaan. Dus hier hebben we weer al ervaring mee. Ah, dit is wel beter al, vind ik. Ja, de kastje met potjes erin. En dan kunnen we misschien toch inderdaad een afzuigkap onderhangen. Maar ik ga deze wel nu ook blauw maken. Nee... Ja, weet ik niet. Misschien gewoon helemaal bruin. Of die. Dit is misschien beter. Zo, met wit. Ja, ik vind dat er wel strakker uitzien. Oké, afzuigkap dan. Ja, ik kan er net niet helemaal lekker onder ook. Nou ja. Oké, vooruit. Zo, en dan denk ik wit. Dat is minst storend. Zo dan. Oké, dan gaan we er wat decoraties op gooien. Dan vind ik het huis gewoon af hoor. Dan is het gewoon prima. Hier thee. Thee kan erin. Iedereen houdt van thee. Kan het in een andere kleur. Maar dat heb ik echt nog nooit geprobeerd ook. Die.
Oh, jezelf weer even links zetten. Ja, sorry. Ik was het alweer vergeten. Thanks. Sorry dat ik niet op zit te letten. Ja, hier kunnen we misschien keukenrol bij zetten. Is ook altijd handig om te hebben. Die is nog niet in het goud. Dat vind ik dan jammer. Oké, deze is chique. Ik vind die schaal eigenlijk toch lelijk. Dus we gaan dit wisselen voor deze fruitschaal. Dat ziet er al gezonder uit. De lama mag wel blijven. Zo. En hier wat lepels. Ook altijd handig. Ja, en moeten hier gewoon wat dingetjes in. Die zijn misschien mijn rommel. Ah, die pot met pepers past hier echt precies goed in. Oké, doen we die in het... Ja, wat doen we wel rood of geel? Geel. En dan nog meer. Citroenen kunnen we ook toevoegen. Oké, dit ziet er... Oké, ik vind het wordt wel wat gezelliger al. En ik vind die kleur die we hier op de muur hebben ook mooi. We moeten hier alleen echt een heel groot schilderij of zo ophangen. Dit vraagt echt om een enorm kunstwerk. Gewoon... Eigenlijk gewoon... Zoiets. Maar dan, ik vind het altijd wel chic als het op de grond staat. Dat is, ja. Zo misschien. En dan doen we die net een andere kleur. Nou ja, zo. Kijk, al beter. En dan misschien wel wat gordijnen ophangen. Ja, het wordt wel gezellig, hè. Je moet desalniettemin iets achterlaten als je aandenken. Ja, ik zou niet zo goed weten wat eigenlijk. Hier, dit schilderij vind ik ook wel chic hier, maar dat... Ja, dat is echt wel hier zo ingepropt. Kunnen we dit, als we dit iets kleiner maken... Oké, dan kan dat daar hangen. Ik vind die kleuren er ook wel mooi bij. En ik denk dat ik toch in de keuken een kleed ga neerleggen. Gewoon onder de eettafel. Want dat is denk ik wel vrij. Misschien gewoon zo. Gordijnen zijn ook een goede Christie, inderdaad. Misschien een wollen kleed. Dat is wel een heel groot wolkleed. Dat is... Oké, nee, dat kan echt niet. Ja. Het is ook niet helemaal de stijl. Het komt trouwens wel iets meer zo opzij. De tafel zwart zou misschien wel cool zijn. Dat kan ook. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel vet. Laten we dat doen. Goed idee. Ja, ik denk dat ik dit wil. Dit wollen kleedje. Als we die iets vergroten zo. Maar dan misschien een andere kleur. Nee, dit is hem ook niet. Oh, ik vind het echt lastig om hier een goed kleed voor onder te vinden. Want ze worden allemaal net... Het is allemaal net niet echt goede maat. Hoe weet je nou dat het geen spullen zijn van de missiestijl? Nou, ik had net gezien wat er allemaal in zat. En volgens mij heb ik daar nu niks van. Maar ik ga het zo wel even dubbel checken als ik open wat voor items er allemaal in de missiestijl zitten. Om te kijken of er niet per ongeluk iets bij zit. Oh ja, deze is op zich... Ik vergeet altijd dat dit best wel een cool kleed is. Alleen dan niet in deze kleur uiteraard. Ja, maar ze wel... Hier, kijk. Ik weet niet of dit... Is dit leuk? Geef me even... Ik heb feedback nodig. Is dit wat? Weinig lampen. Er zijn echt vet veel lampen. Dit zijn allemaal lampen. Maar we moeten wel nog een lamp boven de eettafel, vind ik. Oké, willen die dingen niet? Oké, nice. Ja, het wordt wel beter. Maar er moest inderdaad wel echt gewoon even een... ja, een eethoekje in, zeg maar. Hiermee kunnen we het ook wel iets moderner maken. Ik vind dat dit er... Ja... Als dit er in het goud is, is dit misschien wat. Maar dat is het niet. Nee, oké. Dan wordt dit het niet. Dus de TL-balkig voor dit huis. Misschien die? Nee. Ja, ik ben blij dat jullie het leuk vinden. Dat doet me goed. Ja, we kunnen deze lamp... Als we deze iets kleiner maken. Ik weet niet of dit... is het op zich? Als deze er in het goud is. Het is wel zo die lengte. Is dit een... Ja. Een kroonlucht of iets. Ja, toch? Deze is wel cool, toch? Wat stond er naast de eettafel? Ik heb een lamp van hoe het eerst was. Waar...
Nou, ik heb al spotjes opgehangen. En ik heb deze lampen ook zelf opgehangen. Deze vind ik ook wel leuk erbij. Die komen ook zo terug. Even kijken. Eigenlijk moet er iets van een drankenkarretje of zo in nog. Oh, messenblok hebben we ook nodig. Nee, van daar nog. Oké. Okay. Ik ben echt wel tevreden eigenlijk. Maar ik vind wel dat hier nog iets moet. Dus ik zit even te denken. Wat zouden we daar nog neer kunnen zetten? Er is volgens mij niet echt... Ja, de whisky globe. Die past er ook. Dat is wel... Het is niet... Wacht even. Ik wil die van... Oh, voorwerp is vergeten. Nee, ik wil... Welke is dat ook weer? Die van Vintage Glamour. Oké, er past wel best wel wat van Vintage Glamour in. Wacht even hoor. Zoekt Vintage Glamour hier. Oké. Okay. Ah, het staat niet hierbij. Oké, okay, wacht. Waar is die drank? Hier, deze. Ja, ze hebben wel zo'n chic huis waarin... Het is, ondanks dat het een moderne keuken is. Ik weet niet of ik dit... Ja, is dit wat... Wel als we hem in het goud doen, dan vind ik hem eigenlijk misschien wel veel. Laten we hem toch maar gewoon erin zetten, gewoon. Omdat het kan. Tegen een schaduwmuur. Hier kan inderdaad wel iets van een kastje. Bijzettafelachtig ding. Ja. Ik vergeet altijd waar die dingen onder vallen. Ik kan het even niet vinden, maar... Hey, Sharon is er ook nog even. Nu zijn we klaar. Ja, moet ik stoppen? Ja, ik weet nooit wanneer ik moet stoppen. Dus toch met too much gen wat ik heb. Ik vind dit ook... Deze vind ik... Dit is mijn favoriete. Ik heb heel vaak deze. Misschien moeten er nog wat planten in. Kijk, we hebben natuurlijk een fucking grote bananenplant. Maar ja... Kunnen hier misschien nog wel wat bloemetjes... Hier, de pampusgras staat ook altijd overal mooi bij. Zo. Nee, dat is al te veel. Er moet iets van boeken op, denk ik. Hier, yeah. Oké. Okay. Nou, ik vind het af. Het is af, toch? Dit is wel goed, toch? Oké, okay, ik vind het goed genoeg. Oh ja, we zouden nog... Wacht, ho, we zouden gordijnen ophangen. Niemand de deur uit. Je dacht dat we klaar waren, maar niets is minder waar. Zo. Oké, okay, maar we hebben echt... Wow, Sharon, dankjewel. Zo, die zag ik even niet meer aankomen. Voordat je gaat stoppen. Wat lief. Even kijken of Cody niet heel erg wat schrikken. Maar dankjewel voor je 10 maanden sub. Ik ga gewoon even voor jou zo'n kikker pakken. Wat lief, dankjewel. Mag ik even voor Sharon wat kikkertjes in de chat? Of andere dingen? Je favoriete emote, even. Oké, okay, ja, maar jongens, we hebben echt nog vet veel geld over. Dus we kunnen eigenlijk nog iets renoveren. Toch? Ja, ik zit... Dit is leuk geworden, maar... We hebben echt nog best wel veel geld. Kunnen we niet een zwembad voor ze? Hebben die mensen al een zwembad? Nee. Nee, dat kan niet. Oké. Nee, ik dacht, ik probeer het even. Valt te proberen. Nou, maar dankjewel. Het ging toch over één kamer? Ja, dat stond er nooit echt. Het is, staat ruimterenovatie. Kant is een bepaald... ja, we hebben gewoon echt superveel geld over. Ik weet niet zo goed wat we nog meer hier moeten... Misschien kunnen we een paar kleine dingen upgraden nog hier of zo. Nou, zullen we het gewoon zo laten? Ja, de deur naar de slaapkamer wilde ik veranderen. Ja, ik heb hier al dit veranderd. En die. Oh, dit is ook echt een slaapkamer. Wat lelijk. Oké, okay, misschien zet ik gewoon in deze slaapkamer ook nog wel gewoon wat nieuwe. Wat is dit echt een bizar lelijk huis? Mag ik even een momentje? Op naar de volgende. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Nou, weet je, ik ga gewoon kijken hoe ze hierop reageren. We hebben ze echt 18.000 euro bespaard. Dus ik ben benieuwd. Ik ben gewoon heel benieuwd wat ze hiervan vinden. We gaan even nafoto's maken. Oké, okay, we moeten nafoto's maken. Interieur ontwerpen. Nafoto maken. Oké, okay, dat gaan we even doen. Oh, we zijn nog aan het plassen. Oh ja, dat was ik zo. Want we moesten super nodig. We hebben ook honger. We kunnen op zich ook wel even proberen hoe die keuken werkt. Oké, okay, kom op mens. Even sneller. Valt de eetkamer en die huiskamer niet onder één ruimte? Aangezien er geen deuren in zitten. Oh, daar vraag je me echt iets heel moeilijks. Dat zou zomaar kunnen.
Oké, ik weet niet of dit nou de beste hoek is voor deze foto's, maar... Oké. Even zien. En dan nog die andere even pakken, zoals hier. Interieur ontwerp, na foto maken. Gaan we ook even doen. Oh, we zijn onze eigen brownies aan het eten die we zelf hadden meegenomen. Daar krijg je denk ik ook wel punten voor. Kijk, ik heb nu een brownie als decoratie zo neergezet. Ik ga zo even kijken of dit inderdaad één ruimte is. Maar ik kan volgens mij... Ja, ik weet het niet. Misschien is het inderdaad... Oh, dan moeten we nog door. Ja, ik zit even te kijken hoor. Ja, ik kan die ruimtes dus niet aanklikken. Maar ik denk haast dat dit wel... Dat de keuken zeg maar een ruimte is. Esther, je bent hier echt al lang en je spreekt voor het eerst. Wat leuk. Leuk dat je er bent. Nee, ik ga... Dit was even een trial. We moeten natuurlijk ook gewoon even kijken hoe dit pakket werkt. En ja, we hebben nog best wel veel tijd over. Maar ik denk... Als we nu even kijken bij werk. We hebben alles gedaan behalve de klant een nieuw ingerichte ruimte laten zien. Oh ja, oké. Ik moest even kijken hoe krijgen we die mensen nou weer terug. Oké, misschien is het een idee om je eigen bord eerst op te ruimen. Dat je dat niet hier zo laat slingeren, bijvoorbeeld. Lijkt me misschien wel een idee. Oké, we hebben de vaatwasser aangezet. Die doet het ook. Top. Oké. Nou, we gaan ze gewoon roepen. Klanten naar kavel laten komen. Ik hoop zo dat ze er blij mee zijn. Oh, foto's voor de onthulling selecteren. Oké. Hoeveel foto's kan ik... Oké, ik heb echt maar één before foto van de keuken gemaakt. Nou, dat is de before foto dan. Oh, je moet er echt meerdere selecteren. Shit. Oké, misschien moet ik dan nog iets renoveren. Want ik heb echt maar één before foto gemaakt. Oepsie floepsie. Nou, weet je, ik selecteer gewoon... Ja, ik heb ook foto's van die slaapkamer. Weet je wat? Oké, never mind. Ik doe die slaapkamer ook. Oké. We gaan dit ook gewoon even aanpakken. Want dit is ook gewoon echt de lelijkste slaapkamer die ik ooit heb gezien. Dus dan, daar hebben we dan in elk geval nog twee foto's van. En dan zijn we klaar. Ik trek gewoon diezelfde stijl door. Ja, die bonsaiboom mag wel blijven. Zo, alle lelijke dingen weg. Heel thuis. Lelijk, ja, echt hè. Oké. Dan ga ik dit even snel nog doen. Ik bedoel, het is toch nog gezellig. Er zijn echt nog superveel mensen. En we hebben het geld. Dus laten we dit... Ik heb die badkamer ga ik niet doen hoor. Ik ga alleen dit doen. We mogen waarschijnlijk dit ook niet veranderen dan. Geen nieuwe vloertegels toegestaan. Wacht, ik dacht dat ik dit ook niet kon. Oh nee, oké. Nee, ik ga ook geen nieuwe vloer. Ik hou dit gewoon wit. Oké. Oh, dit is echt erg. Ja, ik wil gewoon... Ik trek dan gewoon deze kleur muur even door. Door de hele ruimte. Zo. Kijk, het moet gewoon net even iets minder lelijk. Dit is al beter. Ja, ik ben nog steeds live. Ik weet het. Ik ben er al super lang. Maar ik vermaak me. Ik ga de slaapkamer ook nog even snel doen. Maar we gaan dit wel even rapper doen. Want ik heb niet zoveel zin om nog heel lang hier aandacht aan die slaapkamer te gaan besteden. Maar aangezien we echt nog fucking veel geld over hebben, dacht ik, ja. Dan kunnen we dat net zo goed ook nog even meepakken. Even denken. We willen wel natuurlijk een beetje een goed bed. Want die mensen zijn echt loaded. Dus die hebben wel... Hier, dit is een knus 2-persoonsbed. Oké, dit ziet er wel schattig uit. We doen dit bed. We gaan het zo ook nog wel een beetje warm maken. Door het aan te kleden met plantjes en zo. Oh, hier. Dit was het drankenkarretje wat ik net eigenlijk zocht voor hier. Misschien kunnen we die er nog zo naast zetten. We moeten er nog wel meer afterfoto's maken dan. Nee, Jill, ik weet het niet zeker. Hoe lang kennen jullie me nou al? Je weet dat alles wat ik zeg is een leugen. Oh, iets confronterend. Ik ga wel voor dezelfde chique stijl. Zo, blauw en goud. Wat ik op de middelbare school geleerd dat de lievelingskleuren zijn van God. No joke. Dus het zal wel goed zijn. Ja,
Ja, ik weet het. Dit nog even snel doen. Ja, ik ga het echt proberen om dit sneller te doen. Wat stond hier allemaal? Er stond ook een bureau, hè? Zie je, nu alweer allemaal vergeten wat je hier al had. Zie, we hebben ook nieuwe bureaus. Ja, we hebben ook die ronde dingen. Ik weet niet helemaal wat ik van het ronde vind. Ik vind dit wel een cool bureau. We doen gewoon het nieuwe bureau. En in de kleur hout. En daar doen we een stoel bij. Even kijken, een beetje een comfortabelere stoel. Zo, die matcht erbij qua kleur. Daar kunnen we dan ook nog een laptop op zetten, want we hebben echt nog super veel geld over. Nou, laten we deze zieke MacBook erop zetten. Dit bureau is mooi, hè? Ja, en misschien dan de bonsai zo hier zo ernaast. Ja, ik storm er wel echt aan het tafeltje, hoor. Je kan hem natuurlijk niet ergens anders opzetten. En dan kunnen we hier een kledingkast maken. Daarvan hebben we er natuurlijk wel veel. Oh, deze is ook wel chic. Die past misschien ook wel erbij. Ik kan misschien daar staan. Ik wil hier meer een soort van inloopkast idee maken met al die nieuwe spullen die we hebben. Dus hier bij oppervlakken hebben we natuurlijk al die vakjeskasten. Dat matcht dan ook wel weer met wat we al hadden. Ik wil hier nou twee van doen, zo. Nou ja, misschien is twee ook wel genoeg. Ik denk iets, als we ze iets hoger... Ik heb wel ideeën. Ik heb ideeën, jongens. Hier, als we... Oh, dit is dus wel moeilijk dat het allemaal modulair is geworden. Laat me los. Oké, zo. En dan kunnen we dit ook gewoon trekken. Gewoon die vakjes zo door. Op zich wel cute. Die... Ja, ik denk dat ik hier het wit wel hou. En dan bij opbergruimte hebben we hier dan kleding. Even zien, vrouwenkleding. Mannenkleding, kunnen we een ander kleurtje. Hier laten we wat meer blauw doen. En er zijn ook schoenen, die zijn volgens mij bij decoraties. Ik vind het wel echt verwarrend dat het niet allemaal bij elkaar staat, moet ik wel zeggen. Oké. Waar zijn de schoenen? Kijk, hier kunnen we dan de vrouwenschoenen neerzetten. Hier wat sneakers, nog wat schoenen. Nog een lama. Je hebt nooit genoeg lama's in het leven. Dit vind ik ook wel cool. Hier dan ook weer. Kunnen we ook een schilderij. Misschien hier dan nog straks eentje achter. Een andere kleur. Is dit er ook een andere kleur? Oh, die. Dit pakket is echt nice. Zo, stem. Stem, blijf bij me. Even een slokje water. Poeh. Als er nog maar één expansion pack, één game pack en één stuff pack en één kit pack, dan zijn we twee kiezen. Jaargetijden. Dit game pack, denk ik. Tiny Living. En alles een kant. Joel is echt enthousiast. Ja, maar Joel heeft groot gelijk. Het is echt vet leuk. Nou, oké. Even meer kunst zoeken. Nee, niet die. Ah, dit is op zich wel cool, hè? Dan zo, deze zo ervoor. Dat het lijkt alsof het op de grond staat. Alleen de blauwe hiervan zijn niet per se pretty. Nee. Nou, misschien gewoon dezelfde, maar dan een andere kleur die we niet in die andere kamer hadden. Er wordt het wel één geheel van, toch? En die kunnen we er zo achter zetten. Misschien moeten we daar dan ook een ander kleurtje voor. Zoiets. Oké. Gelukkig geen verslaving. Oké, even zien. Wat nog meer? We kunnen hier... Ja, moeten we hier boven het bed ook zo'n gordijn? Ik bedoel, het is niet per se... Ik vind het wel wat chiques hebben. Een soort klamboe effect krijg je dan. Er is al nu alweer een soort... Oh shit, wat heb ik gedaan? Nu alweer een soort van glitch bij de deur. Waarschijnlijk door wat ik met het gordijn had gedaan. Oké, ik ga meer plantjes plaatsen. Plantjes zijn leuk. Dit is een van mijn favoriete planten.
En dan moet hier natuurlijk ook een heel groot kleed. Oh, een haard. Dat is vet nice in een slaapkamer. Hier, deze heeft ook blauw. Helemaal top. Wel een beetje gek misschien. En dan even een kleed eronder. Ook een blauw kleed. Nee. Zoiets? Ik weet niet. Deze gebruik ik echt nooit, maar ik vind hem hier wel op zich bij passen. Wel trusten, Willy. Succes morgen. Ja, ik ga er echt wel zo mee stoppen hoor. Het wordt echt tijd. Ik ben hier echt alweer veel te lang mee bezig. Ik weet nooit wanneer ik moet stoppen. Ja, ik weet niet. Ik heb niet zo'n zin meer om dit te fixen. Nou. Misschien is het wel gewoon goed. Ik bedoel, het is sowieso beter dan het was. En ik heb nog steeds super veel geld over. Ik ga het gewoon zo laten. Oké. Ik maak me wel zorgen om het feit dat ik een uurtarief betaald krijg. En dat ik hier dus echt nog niet... Een uur ben. Nee, ik ga het niet. Ik raffel het niet echt af. Ik vind dat ik er wel even goed wat moois van heb gemaakt. Even snel nafoto's maken. Ik bedoel, dit is toch wel beter. Ja, dat zou wel mooi zijn als het in elkaar overloopt inderdaad. Nou, ik weet het. Ik ga even testen, want ik heb natuurlijk ook dit pakket nog nooit gebruikt. Dus ik weet ook niet hoe dit zeg maar uitpakt. Dus ik denk dat ik nu gewoon die mensen ga bellen. En dan... ik heb nu wel genoeg voor... Ze zit weer achter hun laptop. Ik zweer. Oké, we laten de klanten naar de kavel komen. Oké. Even kijken. Keuken was die. En dan had ik hier twee van die slaapkamer. Ja, misschien die en die. Misschien had ik het van dezelfde plek moeten doen. Maar... Nou, ik zou zeggen... Hoe meer foto's, hoe beter, toch? Kies voor... Een voorfoto. Kies een voorfoto voor elke nafoto. Oh, oké. Oh, dus ik heb het alweer verkloot. Nou, oké. Deze twee slaapkamerfoto's heb ik. En dan moet ik een keukenfoto nemen die hetzelfde is als die ander. Oké. Wacht, even opnieuw. Dit is echt ingewikkeld. Maar ik doe dit ook voor het eerst, dus ik wist dit nog niet. Keukenfoto. En voor die keukenfoto heb ik die dan. En dan heb ik voor de slaapkamer heb ik deze vanuit dat hoekje. Dat is... I guess deze... En daar heb ik er eigenlijk dan gewoon twee van. Nou, oké, we doen het gewoon zo. Ik vind het goed genoeg. Eigen huis en tuin, ja, maar echt. Sorry, misschien was dat nog wel nice geweest, maar ik was het zat. Oké. Gaan we nu ook weg? Ik weet niet wat we nu gaan doen. We gingen toch klanten naar... Oké, we gaan hier de klanten opwachten blijkbaar. Ja, ik wil het persoonlijk aan ze laten zien. Oké. Gaan we nu het persoonlijk aan ze laten zien. Oké, met voorwerpen pronken kunnen we doen. Ik wil sowieso met de lama pronken. Oké, wacht even. Hoe gaan we nu dit onthullen? Klantrenovaties laten zien, oké. Oké, ik hoop dat ze het mooi vinden. Wacht, wat moeten we nu doen? Met klanten kletsen? Oké, we moeten nu gewoon socializen. Deze mensen gaan gewoon ruzie maken voor mijn neus. Proberen te kalmeren, dat is misschien een goed idee. Hij is gewoon boos. Dit komt sowieso niet door mij. Ik mag Epica's huis niet doen. Nou, sorry hoor. Laten we respectvolle kennismaking noemen deze vrouw. Oh, hij vindt het niet mooi. Waarom niet? Het is een prachtig huis. Maar hij is heel boos. Waarom is iedereen boos? Vindt niemand mijn huis mooi? De ruimte lezen. Oh shit. Oké, niemand vindt het mooi. Dit bekijken. Oké. Oh mijn god. Kunnen we dan ook ermee pronken al? Ik snap het niet. Vriendelijk. Wat is dit ingewikkeld? Oké. Dat kleine kind. Kunnen we haar niet opvrolijken? Hij is echt boos op iedereen. What the fuck is dit?
Wat een nare mensen. Bedankt voor de kans, kunnen we sowieso zeggen. En ik heb het idee dat het hem is die we moeten pleasen. Oké, maar hoe kunnen we dan... Oh, we moeten dingen bekijken. Oké, dit kunnen we ook bekijken. Kunnen we de lama ook al bekijken? Ja, oké. Iedereen gaat ook op het bed zitten. Ik snap hier niks van. Wat een raar iets is dit. Oké. Iedereen gaat boos weg. Nou jongens, dit was mijn carrière tot zover. Maar deze vrouw vindt het wel mooi, geloof ik. Als we die dan leren kennen. Ik ga het wel even een beetje doorspoelen. Ik ben klaar om over de renovatie te praten. Oké, dat is goed om te weten. Oké, oh, zij heeft het... zij heeft het... Oké. Zij heeft er... Oké, iedereen heeft een oordeel geveld. Nou, ik ga het aan haar vragen, want zij was als enige aardig. Maar we moeten iedereen om mij het oordeel vragen. Oh, iedereen heeft ook eens een keer een andere smaak. Ik hoop niet... Oké. Oh nee, dat klinkt niet alsof ze het mooi vond. En hij vond het ook al niet mooi. Hij is echt heel boos. Oké. Wacht even hoor. Nou, hier mag een strik omheen. Oké, maar hij... Oké, is dat positief of niet? Laten we vragen of deze man hobby's heeft. Gewoon iets anders dan dat kind pesten. Ja, ik had gecheckt of er missiespullen in zaten. Die zaten er echt niet in, maar... Ja, smaak en inrichting beledigen. Nee, dit gaan we niet doen. We gaan bedanken voor de kans. We gaan gewoon... We zijn aardig. We zijn een aardig mens. Oké. We kunnen hem ook... Hij haat viool. Nou, dat is ook weer typisch. We kunnen aan iedereen een eind beoordeling vragen. Oh, hij vindt het echt niet mooi. Maar jongens, we hebben echt 20.000 euro bespaard. Ja, Jill, dat is het inderdaad. En je mug. Ga eens weg. Er zit een mug. Oké. Jij... Oh, ik ging hem ook nog een beoordeling vragen. Oh, we kunnen niet meer stemmen. Oké, waar is dat kind? Die man... Oh, dat is een ander kind. Ik dacht al, iemand gaat gewoon weg. Oké, we kunnen om eindoordeel vragen. En bij jou ook om eindoordeel vragen. Nou, laten we het maar doorspoelen. Dan hebben we het maar gehad. Oké, we moeten alleen het kind nog, volgens mij. Ze is helemaal aan het huilen. Oh nee, ik heb er echt niks van gemaakt. Maar ik vond mijn eigen keuken zo goed gelukt. Oké, we hebben 0 euro verdiend. Professionele reputatie enorm afgenomen. Nee! Nee! Maar ik had zo mijn best gedaan. Oké, over smaak valt niet te twisten. Maar goed, misschien komt jouw smaak en die van de klant gewoon niet overheen. Ja, we gaan gewoon naar huis. Jongen. Ik zweer, het is een leuk pakket. Oh. Niks verdiend ook gewoon. Dat we dan in elk geval die 20.000 euro niet eens mee naar huis mogen nemen. Nou. Oh, wat erg. Nou, jongens. Ja. Ik zie Jill gewoon ook zitten. Gewoon om te lachen. Ah. Anyway. Ik denk dat ik ermee ga stoppen. Want ik ben het gewoon zat. Ik ga mijn spel opslaan. Dit is dramatisch. Dit was niet mijn beste moment. Het is inderdaad nog best wel lastig. Maar weet je wat ik denk dat het is? Ik ging voorkeuren van die klant vragen. En je krijgt dan 3 van die balletjes waar je rekening mee moet houden. En ik had het echt aan die ene man gevraagd. Die mug zit me gewoon te prikken, maar oké. Maar ik had het helemaal niet aan die andere mensen gevraagd. Dus ik denk dat je het een beetje moet verdelen over de verschillende mensen. Nou, echt lastig. Ik had echt een prachtig huis gemaakt. Ik weet niet, maar ik vond het mooi. Maar wel inderdaad leuk, Edofide, dat het inderdaad niet te makkelijk is. Maar goed, ik ga mijn stream eindigen, want ik vind dat ik lang genoeg live ben geweest. Volgens mij is Rosie Wosie, die is dit ook aan het streamen. Die is er ook mee bezig. Ik ga heel even checken of ze niet net aan het afsluiten is, want ik heb geen idee hoe laat ze is begonnen. Sowieso goede mod. Ja, oké, zij is nog creëren sim aan het doen. Dan kunnen we naar Rosie. Die heeft ook early access, die is ook game changer voor de Sims, net als ik. Dus ik denk dat we gewoon lekker daar verder gaan kijken voor de mensen die dit leuk vonden om te zien. Even kijken of ik haar naam goed schrijf. Ja, volgens mij wel. Dan gaan we daarheen. Oh, die is net begonnen. Oh, top. Kijk, dat komt perfect uit. Dat is helemaal leuk. Nou, ga lekker mee met de raid. Ook als je niet blijft hangen. Ga gewoon even mee om gedag te zeggen. Gewoon gezellig.
Typ even Tesseract in de chat of doe een kont emoji van mij of van iemand anders. Maakt niet uit. En ja, ik vond het in elk geval heel gezellig. Leuk dat het zo druk was. Echt superleuk. De chat was ook echt gezellig vandaag. Complimenten voor jullie. Ik heb me echt ontzettend vermaakt. Ik denk dat ik er woensdag weer ben, maar ik laat het nog wel even weten. In elk geval, jongens. Ja, ik vond het echt heel gezellig. En ik vind het... Ik ben echt benieuwd hoe het verder gaat met dit pakket ook. Oké, ik zou er reden voor. Maar ga alsjeblieft mee, want ik zou het echt superleuk vinden om Rosie... Ze heet Rosie Wosie. Maar haar naam is Rosanna, maar ze gaat als Rosie. Ze was vroeger Sims Netwerk. Misschien ken je er daar wel van. Dankjewel, Jill, voor het delen van de links. Ik zou het heel leuk vinden om haar te raiden met meer dan 100 mensen. We zijn als het goed is met 114, jongens. Dus ga alsjeblieft mee. Ik zou dat echt leuk vinden. Kaat, dankjewel. Ik vind jou er ook altijd gezellig bij. Anyway, jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Fijne avond en ik zie je volgende keer. Doei doei!